raad heeft gezegd, wij zijn vanavond niet aan het woord. Wij luisteren en stellen vragen. Het programma is dan ook zo dat we voor de pauze luisteren naar een aantal mensen met ervaring en expertise. En dan na de pauze de raadsleden die met name hier zitten, hun vragen gaan stellen. En op die manier hopen we eigenlijk de raad wat wijzer te maken over het nieuwe beleid dat ze wil gaan maken rond arbeidsmigratie. Dat is een belangrijke opgave waar we vanavond nog veel over zullen horen. Het programma heeft ook nog een pauze. Dus pakweg rond 8:45, de eerste ronde klaar is, of misschien iets eerder. Dan kunnen we even met elkaar ook in gesprek en dan na die pauze is het woord aan de raad om veel vragen te stellen. En dan gaat u dat allemaal beantwoorden. Daarmee is het ook belangrijk dat u weet dat er vanavond een verslag wordt gemaakt. Dus alles wat gezegd wordt, dat kunt u ook vinden in het raadsinformatiesysteem. En als u uw e-mailadres achterlaat op een lintje hier buiten, geloof ik, dan krijgt u ook de nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van het proces wat zich na vandaag gaat afspelen. Maar het begint allemaal met beeldvorming. Eerst maar eens even kijken wat komt er allemaal om de hoek kijken bij dit thema. Laat ik misschien voor iedereen even kort voorstellen wie er zo al zijn. Ook een beetje per categorie. Ik zie allemaal dorpsraden. Laat ik daar maar eens beginnen met dorpsraad. Winternoord. En Kruisland is er nog niet. Ah, weet u dat er een plekje voor is voor Christiane en Ben? Weet u dat? Ja. Nou, mag u. Begin ik even bij Dinterloort. Zeg even wie je bent. Heel kort. Opleggen. De rechterknop. Mijn naam is Koen de Boer en ik ben lid van de dorpsraad in Dinterloort. Oké, ja. Ik ben Hakim Tampelbolon, ik ben voorzitter van de dorpsraad Dinterloort. Oké, dankjewel. Heb je je goed voorbereid deze avond? Altijd, kijk, zo mag ik het horen, ja. Kruisland. Ik ben Christiane Tolhuizen en ik zit ook in de dorpsraad Kruisland. Dus... Ja. Bernard Hak, ook in de dorpsraad Kruisland. Oké, prima. Goed dat jullie er zijn. De stadsraad. Peter Prins, stadsraad, Steenbergen. Steenbergen, ja. Rita de Waal, Prins, voor vanavond. Hoge verwachtingen van vanavond? Ik hoop het, dat we constructief eruit kunnen komen. Ja, precies. Ja, we zijn ook vooral nieuwsgierig naar jullie. Dan hebben we behoud leefbaarheid Dintro, die zijn met z'n drieën, vieren. Toen. Wie heeft de leiding? Meneer Van den Berg. De primus inter pares. De primus inter pares. Arie van den Berg. Ja. Het staat er al, behoud leefbaarheid Dinterloort. Ja. Nu nog een werkgroep, straks een vereniging, vereniging in oprichting. Okay. En over 2 weken is die vereniging er. Ja. En dan kan elke inwoner van Dinterloort er kosteloos lid van worden. Oké, prima. Daarmee heb ik even jullie ook, maar dit was even jullie woord voor de veer, dat goed? Ja. Zo dadelijk als jullie willen meedoen, geen enkel probleem. Gaan we eens even kijken naar de ondernemers. Ja. Mag ik bij jou beginnen, Eefke? Ja. Ja. Good morning, dat zeggen we elke ochtend, maar wat doen jullie? Ja. Ik ben Eefke Visser, manager facility en administratie bij Good Morning. En die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de huisvesting van onze werknemers. Oké, en hoeveel zijn dat er ongeveer? 2.500. 2.500, nou, dat zijn al aardige aantallen. Ik ben Rini Hoosjes, blauwe bessen en aardbeienteler in de gemeente Steenbergen. Ja. En wij hebben op de piek ongeveer 200 arbeidsmigranten aan het werken. 200 arbeidsmigranten? 200. Oké, prima. Dank u wel. Robert Grootschotten, Fevergreen, glastuinbouwondernemer hier in Steenberg. Oké. Maar dat doe je niet in je eentje? Nee, ik zit met meerdere glastuinbouwondernemers hier in Steenberg. Ja. In het hele gebied werken er zo'n 500 tot 700 mensen. 500 tot 700 mensen, oh, oké. Okay. Je zit er naast de provincie, laten we die ook maar even meenemen. Wat is de reden van jouw komst, Joris? Mijn naam is Joris van den Berg en ja. Ik ben adviseur wonen. Maar ik zit ook in het kernteam arbeidsmigratie van de provincie. En wij houden ons al een jaar bezig intensief met dit vraagstuk. Okay. En de komende 2 jaar willen wij gemeenten daarin ondersteunen met beleidsvorming en locatiekeuzes. Jullie gaan de gemeente een beetje helpen, als ik het goed begrijp. Oké, nou, we zijn benieuwd, van zo dadelijk mag je ook spreken. En dan hebben we hier allemaal raadsleden, maar die komen na de pauze. Meneer Verbraak, Hopmanswonen. Ja, met Joep Verbraak, Hopmanswonen, huisvester. In Roosendaal, Bergen op Zoom en Terneuzen. Ja, u kijkt er heel serieus bij.
Ben ik ook. Met u ook. Prima. We komen straks vanzelf bij je terug. De ZLTO. Ik ben Hubert Visser, ZLTO. Ja. Afdelingsbestuurder. Portefeuille en arbeid heb ik in mijn bezit. U doet het elke dag, over dit onderwerp spreken? Bijna wel, ja. Ja, precies. En namens wie spreekt u vanavond? De ZLTO, de land- en tuinbouworganisatie. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Ja, hoeveel mensen zijn dat dan? Wie zitten daarachter? Daar zitten eigenlijk 80% van de boeren en tuinders in Brabant zitten daarachter. Oké, dat is even belangrijk om te weten. Ja. Meneer Wisser. Goedendag, ik ben Wilke Wisser. Ik werk voor het bedrijf Lans en ik mag vanavond de TOM vertegenwoordigen. Mm-hmm. De ontwikkelaar van het gebied Nieuw Prinsenland. En onze inschatting is dat in 2028, 2029 dat het gebied vol is. In ieder geval de hectares die nu zijn uitgegeven. Ja. Dat er iets meer dan 200 hectare glas staat. En dat we dan ongeveer 1000 arbeidskrachten nodig hebben om al het werk te verzetten in dat gebied. Het kan nog allemaal nog een beetje schelen of je wat minder arbeid hebt of meer arbeid. Ja. Ja, zeker. Ja, er komt straks nog even, mag daar van alles over zeggen. Dus komt goed, dankjewel. Hebben we ook de gemeente? Sprakeloos. Nee, dat kan niet waar zijn. Even kijken. Met stom. Ja, dat gaat een stuk sneller. Pieter Paardenkoper van de gemeente Steenbergen. Ik ben regisseur bestuurlijke opgave voor de, onder andere de opgave arbeidsmigratie. Prima. Dus jij schrijft al die beleidsstukken waar de raad weer mee aan de slag gaat. Ik ben verantwoordelijk dat de organisatie dat gaat leveren straks. Ja, exact. Ja, je schrijft het niet zelf. Ja, heel goed. En je zit naast Michiel van der Heijden. Ja, ik ben projectmanager bij Legitiem uit Velp en wij zijn een bedrijf wat zich richt op controle en inventarisatie. In eerste instantie lokale heffingen, in tweede instantie burgerzaken. Dus gericht op die twee onderdelen voor lokale politiek. Dus opgericht voor controles binnen gemeentes. Ja, okay. Volgens mij heb ik niemand overgeslagen van de speciaal genodigden die ook een bijdrage zullen leveren. Heel goed. Dan gaan wij aan de slag. Want het is denk ik goed om even het grote plaatje te krijgen, ook voor mensen, namen voor de mensen publieke tribune, denk ik. Dat ze even weten, oké, om welke aantallen gaat het nou eigenlijk? We hebben er een aantal gehoord. En ik begrijp, Michiel, dat jij van Legitiem een onderzoek hebt gedaan in opdracht van de gemeente. Ja, klopt. En kun je daar kort iets over toelichten als aftrap voor ons allemaal? Ja. Gemeente Steenbergen, daar verrichten we al sinds een jaar of 4, 5 onderzoeken. Met name is dat begonnen op het gebied van toeristenbelasting. En als je controleert op het gebied van toeristenbelasting, dan ga je de boeken in en dan ga je kijken hoeveel overnachtingen een ondernemer gerealiseerd heeft. Als je dan komt bij verblijfsbieders voor arbeidsmigranten, dan krijg je ook al het antwoord, ja, deze mensen zijn allemaal ingeschreven. Vandaar dat de stap naar burgerzaken ook noodzakelijk was, want je moet dat kunnen verifiëren of die betreffende persoon die je daar tegengekomen bent ook ingeschreven is. De onderzoeksvraag vanuit de gemeente Steenbergen die kwam al gauw van ja, we hebben hier, ze spreken van allerlei aantallen werknemers. Ik noem het even arbeidsmigranten om het even duidelijk te maken. Dat is wel een term waar we volgens mij heel gauw een andere term voor moeten vinden. Want het is een uitdaging. Het is geen probleem, dat hoor je ook vaak. Maar het is juist een uitdaging. Onderzoeksvraag vanuit de gemeente Steenbergen, Legitiem. Kunnen jullie in beeld brengen hoeveel arbeidsmigranten er hier verblijven? Los van of ze ingeschreven zijn, ja of nee. Want volgens mij zijn dat er wel 2000. Ik weet niet waar het getal 2000 vandaan komt, maar wij doen deze onderzoeken in heel veel gemeentes door Nederland. En bijna overal heeft men het over 2000. Ongeacht de grootte van de gemeente. Nou, daar wilden we dus achteraan. Het is een gemeente die voor ons dus niet helemaal blanco is aangevlogen. De onderzoeksvraag was wel, breng in beeld hoeveel. Dus ongeacht of je voorinformatie hebt. We hebben van Pieter hebben we informatie gekregen. Nou goed, we hebben bij de toeristenbelasting spreken we over deze adressen en deze aantallen. We hebben nog een boel leegstandsadressen. En leegstand, dat duidt heel vaak op het verblijf van arbeidsmigranten, tijdelijk of langblijvend. En we hebben natuurlijk ook de grote verblijfsbieders
Zoals Good Morning, zoals bij Eefje, daar zijn we al een paar keer aan de deur geweest. En dat is samen met een heel groot deel blanco controle. Dus bedrijven, agrarisch productie, land- en tuinbouwachtige bedrijven. Naar een winkel of naar een warme bakker hoef je niet naartoe. Dus op basis van objectsoortcode hebben we die objecten geselecteerd en zijn we daarmee aan de slag gegaan. Tevens hebben we visueel waarneembaar alle woningen bezocht. Ik zeg bezocht, want je rijdt er voorbij en je kijkt of dat daar mogelijk sprake is van het verblijf van arbeidsmigranten. Het gaat er dus in ons onderzoek ging het er dus niet om hoeveel arbeidsmigranten er werkzaam zijn, maar hoeveel arbeidsmigranten er binnen de gemeente verblijven houden. En dat is een wezenlijk groot verschil. Ik hoor net aantallen, als ik ze vlug even bij elkaar optel, dan zit dat ver beneden onze score, om het zo maar te zeggen. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Nou goed, daar zit dus een wezenlijk verschil. Het houden van verblijf of het werken binnen een gemeente. Dat geeft ook, na een aantal gemeentes gaf dat ook meteen de geruststellende gedachte, daar komt ook die 2000 vandaan. Als ik de aantallen zijn nog zo vers dat ik niet concrete aantallen noem, maar zo ongeveer, waar komt dat dan vandaan? Wij zien hier 340.000 dagen waarin werkelijk arbeidsmigranten hier verblijven. 340.000 dagen. Dat geeft dus dat beeld, het zijn er wel 2000 of het zijn er misschien wel 3000. We hebben in ons onderzoek hebben we hier uiteindelijk hebben we 444 adressen opgenomen, woningen, niet woningen. Waarbij 112 adressen een wat daadwerkelijk leegstand was. Daarmee hebben we ook gekeken, zijn er binnen deze bedrijven, deze woningen, zijn daar ook bedrijven gevestigd op deze locatie. Nou, dat was ook in 40 gevallen zo. Zo hebben we tal van kengetallen en ik zal ze niet allemaal hier noemen. Dat moet in overleg met de gemeente moet dat nog gefine-tuned worden, want je wil dus weten, is daar ook daadwerkelijk een bedrijf bevestigd en zijn die mensen daar ook ingeschreven, ja of nee? Dat is van wezenlijk belang om te komen tot goede feiten. Het is wel zo dat wij hier kunnen zeggen dat er nu hier rond de 1200 arbeidsmigranten verblijven binnen de gemeente. Dus dat is een belangrijk gegeven, misschien ook voor de rest. Dank u wel. Nou, eerst echt een concrete getal, ja? 1200. Ja, ja. Ja goed. Wilt u nog iets meer zeggen? Ja, misschien komt dat dadelijk. Misschien is het wel aardig om even dadelijk aan te haken en niet meteen het hele verhaal op tafel te leggen. Maar ik laat me graag ook uitdagen door een bepaalde vraagstelling. Oké, prima. We weten dus dat u nog meer kunt vertellen, maar dat u dat nu nog even niet doet. Maar gaan u er wel aan houden dat u het vertelt voordat de avond voorbij is? Ja, dat is zeker zo. Maar nogmaals, ik wil wel benadrukken dat aantallen, we hadden het van tevoren ook even over, aantallen zijn harde feiten. Ik wil dat hier wel een bepaalde nuance aanbrengen, omdat ik nog afhankelijk ben, wij samen met de gemeente, om te zien of die mensen ook zijn ingeschreven en wie die mensen ook zijn. Aan het verifiëren. Ja. Okay. Bovendien is het zo dat je bij dit soort onderzoeken, zul je in de loop der jaren, in de loop der tijd, zul je structureel die bedrijven nog een keer moeten bezoeken. Of in ieder geval de verblijfsplaatsen. Okay. Getallen moet je ook up-to-date houden en aanscherpen, dat snap ik heel goed. Maar het is een beeldvormende vergadering, dus alles wat we weten komt natuurlijk graag op tafel. En anders zal de Raad daar misschien u wel allerlei vragen over gaan stellen. Oké, misschien is het goed, we zijn een beetje met het grote plaatje begonnen, om even naar de provincie te luisteren. Wat jullie betreft nou het beeld is wat je hebt van de opgave. Kwantitatief of kwalitatief? Want het is vooral een kwalitatief opgave om de mensen op een goede manier huis te vesten. En wij hebben geen kwalitatief onderzoek gedaan. We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan, een verkennend onderzoek, ook naar de rol van de provincie. Maar we hebben geen onderzoek gedaan naar aantallen. De aantallen die wij genoemd hebben in ons onderzoek is een optelsom wat de regio's eerder in beeld hebben gebracht. Onder andere de regio West-Brabant, maar ook Zuidoost-Brabant. In beeld hebben gebracht. Het is een optelsom. En het ligt de vraag bij heel veel gemeenten: hoeveel zit er woner en werker binnen onze gemeente? Ja, dat is een opgave die we met elkaar moeten verder verkennen. En daar hebben wij geen concrete cijfers over. Oké.
U hebt wel kwalitatief onderzoek gedaan, zegt u? Ja. Kunt u daar nog iets over zeggen? Nou, vooral de breedte van het vraagstuk hebben we in beeld gebracht. En dat het niet alleen over huisvesting gaat, maar het gaat ook over integratie en participatie. Het gaat over draagvlak en beeldvorming. Ja, goed, daarvoor helpen deze avonden. En wij willen daar als provincie een rol in spelen door verschillende partijen met elkaar te verbinden op regionale tafels, met marktpartijen en gemeenten, om zo het vraagstuk verder te brengen. Voor mij zijn jullie heel goed aan het luisteren en ik kom zo dadelijk bij jullie. Meneer Wisse van de Tuindersontwikkeling, Ontwikkelmaatschappij. U heeft ook al wat getallen genoemd, maar misschien kunt u nog even nader toelichten. Want u zegt ook van dit is eigenlijk de opgave waar we voor staan. Misschien dat u nog wat nader kunt duiden. Op dit moment met de hectares die er staan, hebben we ongeveer 420 mensen, zeg maar, arbeidsmigranten of uitzendkrachten aan het werk, zeg maar, in het gebied. Mm-hmm. En als er in 2028, als dan het gebied vol is, of 2029, weet je hoe lang de economie, ja, dan zullen dat ongeveer 1000 mensen zijn. Even afhankelijk natuurlijk van wat de vraag is van het specifieke bedrijf. Want als Rijkswaan, bij wijze van spreken, heel lichte teelten doet met weinig mensen nodig, ja, dan zal dat getal wat verminderen. Daarom heb ik ook wat doorrekeningetjes gemaakt. Zal het ergens tussen de 800 en de 1200 liggen. Want als er mensen intensiever gaan telen, bijvoorbeeld kleinere trostomaatjes, mini-trostomaten, ja, dan heb je weer net iets meer mensen per hectare nodig. Maar komt de bladplukrobot door, dan heb je weer minder mensen nodig over 10 jaar. Dus ja, het is allemaal een beetje een doorkijk. Maar op dit moment, ja, is dat een beetje de doorkijk, dat we doorgroeien naar 1000 mensen. Ja, oké. Okay. Ik geef aan de buurman van de ZLTO, want die kijkt ook wat verder. U zegt, ik spreek namens heel veel bedrijven. Misschien kunt u het plaatje van uw buurman wat inkleuren dan. Wat u denkt dat er op ons afkomt. Ja, wat er op ons afkomt. Richting toekomst, denk ik, als ik onze achterban goed gepeld heb, dat het aantal arbeidsmigranten dat werkzaam is in de gemeente Steenbergen ongeveer gelijk zal blijven. Maar we hebben het over huisvesting van arbeidsmigranten vanavond. En we zien momenteel dat er een beetje scheefgroei is. Het aantal mensen dat gehuisvest wordt in Steenbergen en het aantal mensen dat werkzaam is in Steenbergen. Daar zit, denk ik, een behoorlijk verschil tussen. Ja, misschien kan die buurman dat nog wat verder toelichten. Dan staat bij u, Hopmans, wonen. Ja. Meneer Verbruik. Ja, het is natuurlijk zo dat arbeidsmigranten die hier wonen, inderdaad, de ene keer wel hier werken en de andere keer hebben ze een klus ergens anders, waardoor ze dus in een andere stad aan het werk zijn. En ik denk ook dat je dat beter per regio kunt bekijken, want ja, zeker de grote uitzendbureaus, die gaan niet elke keer de huisvesting meesleuren naar een nieuw project wat ze krijgen. En het is natuurlijk zo dat niet alleen tuinbouw in Steenbergen gedaan wordt, er zijn ook andere takken van werkzaamheden die hier verricht worden. Ja, oké. Okay. En wat u betreft dan de opgave? Regionaal bekijken, zegt u, maar wat nog meer? Nou, de opgave is het regionaal gezien. Dat hebben we afgelopen vrijdag nog met elkaar besproken. 100.000 arbeidsmigranten in West-Brabant. Verdeeld over 8 regio's. Zo 12.500 arbeidsmigranten zijn in de regio Bijnhoofdzoom, Roosendaal, Steenbergen. 12.500. Dus dat is zo'n beetje wat men verwacht dat het daadwerkelijk is. En de ene keer werken ze in Roosendaal, de andere keer werken ze in Bijnhoofdzoom, dan in Steenbergen. Dus dat fluctueert. Ja, en hoe gaan we daarmee om? Maar daar gaan we het zo over hebben. Precies. Heb je nog iets toe te voegen vanuit werkgevers? Nou ja, ik denk, hè, ik hoor veel inderdaad. Ja. Wonen, werken. Mm-hmm. Ik geef daar ook altijd bij aan. Werken in de gemeente is natuurlijk, hè, dat is belangrijk. Wij zorgen, of willen in ieder geval zorgen, dat de reistijd zo klein mogelijk is. Wel goed om te beseffen, als ik kijk naar het personeelsbestand van Good Morning op dit moment, dat 50% een stelletje is. Dus dan kan de man best in de gemeente werken, maar de vrouw kan best in Etten-Leur werken of in Breda werken. He, dus ik vind het wel goed wat de heer Verbraak aangeeft. Kijk ook naar de regio, want stelletjes haal je ook niet zomaar uit elkaar. Het is niet alleen maar dat we kunnen kijken of het met een zwart randje om kunnen kleuren. Dit werkt in Steenbergen of dit werkt in Winterloord. Dank u voor deze nuance. Zijn er nog toevoegingen vanuit de heren? Niet alleen de provincie. Ja, het risico aan getallen noemen is ook dat als een waarheid wordt beschouwd. En dat dan ook gerelateerd wordt aan de opgave.
En dan zeg je, ja, de opgave is zoveel, dus als we dat hebben gehaald, of als een bedrijf dat heeft gehuisvest, of een uitzender, dan zijn we er. Dus er zitten risico's aan getallen. Dat wil ik meegeven. Ja, u zegt, we moeten ook naar andere dingen kijken. De kwaliteit van leven en andere zaken doen. Ik ga eens naar deze kant. De dorpsraad Dinteloord, die steekt zijn vinger op. En dan kom ik zo weer. Ja. Nou, ik had alleen een vraag, zonder nou in al te veel in de details te gaan van de cijfers natuurlijk. U noemde primair de agrarische bedrijven, maar zijn er ook andere bedrijven meegenomen? Bijvoorbeeld in Dinteloord zit er weliswaar een klein bedrijf, JMT, maar die richt de beurzen in. Nou, ik weet zeker dat er daar een aantal arbeidsmigranten werken. Andere vraag is, meneer Wisse die meldde de ton. Zullen we één vraag tegelijk doen? Nee, maar dat is het tuinbouwgedeelte. Het andere gedeelte is het gedeelte van Koosun. Ja. Waar dus ook bedrijven zitten die soms helemaal niets met agrarische sector te maken hebben. Dus, ik weet niet of die meegenomen zijn. Ja, u wilt even weten of daar een beeld van is. Ja hoor. Ja. Daar heb ik misschien niet helemaal goed toegelicht. Ieder object in Nederland heeft een objectsoortcode in een wosbestand. En op basis van die code is geselecteerd. Er zitten alle productieachtige bedrijven, agrarisch-achtige landen, tuinbouw. Alles behalve een winkelcentrum, wat je, daar hoef je niet in. Dus alle bedrijven waar een vermoeden zou kunnen zijn, die zijn meegenomen, ja. Oké. Zijn er nog andere verhelderingsvragen van jullie kant? Voorlopig niet. Oké. Dan ben ik ook wel eens benieuwd naar wat ervaringen misschien van jullie kant. Want een beeld voor een vergadering gaat ook over, ja, hoe ervaren jullie het probleem van arbeidsmigratie of de uitdaging van arbeidsmigratie? Wie wil er even een duit in het zakje doen? Meneer Prins. Ik denk dat ik ga ervan uit dat de meeste bedrijven de goede intenties hebben. Even opmerking tussendoor. Wat me eigenlijk een beetje verbaast is dat er niet iemand zit met een buitenlandse naam die hier misschien namens de arbeidsmigranten zelf iets zou kunnen zeggen. Ja. En dat even waarom vindt u dat zo belangrijk als ik vraag? Nou, ik denk dat wij praten hier nu over hen. En misschien hebben zij zelf ook wel iets wat ze zouden willen delen met ons. Dat is eigenlijk een advies dat u zegt, van neem ook hun eigen ervaringen mee. Ja, precies. Als we puur praten over ervaringen zeg maar, van de inwoners van de gemeente. Nou, er zijn goede ervaringen, maar er zijn ook negatieve ervaringen. Waar dus ruimte voor verbetering zeker aanwezig is. En ik denk dat er zeker onderscheid is tussen hoe of dat de ene ondernemer ermee omgaat. Die houdt de boel kort, die controleert het in ieder geval. En die houdt ook een beetje contact met de buren. Veel gaat alles naar wens, hebben we geen klachten. Dan kunnen we daarop sturen. Maar er zijn er ook bij die denken veel. Als ik niks zie ervoor, dan laat ik mijzelf ook niet zien. En ik denk dat daar nog wel eventjes ruimte voor verbetering is om daar afstemming over te maken met elkaar. Heeft u er ook een beeld bij wat u dan zou willen? Nou, misschien is het een idee om met de ondernemers en inwoners en de gemeente iets van een convenant of wat dan ook. Dit zijn de spelregels, hoe of dat we hier met elkaar omgaan met betrekking tot het onderwerp. Oké. Okay. U zegt, laten we eens kijken wat mogelijk is om samen afspraken te maken in bijvoorbeeld een convenant. Dank u wel. Ja, zeker. Legitiem. Ja. Ik wil daar een antwoord of misschien wel een verlenging. Wat wij gezien hebben ook hier in Steenbergen, we hebben nu landelijk ook een paar projecten opgeleverd. En wat wij in het algemeen zien, en dat is op zich wel een fijne constatering, is dat het verblijf bieden aan arbeidsmigranten, dat wel naar een hoger niveau gegaan is. Waar we een paar jaar geleden nog erbarmelijke omstandigheden tegenkwamen, die eigenlijk meteen bij de gemeente als direct handhavingsobject te boek werden gesteld, hebben we dat nu eigenlijk het laatste half jaar komen dat niet of nauwelijks meer tegen. Dus dat vooropgesteld. En wat wij verder in die onderzoeken zien, en dat is eigenlijk ook iets heel gewoons, ja. Die mensen hebben iets andere waarden en normen. Die laten bijvoorbeeld zomaar hun kliko 3 of 4 dagen langer aan de straat staan. En dat klinkt heel eenvoudig, maar daarmee kun je, dus de communicatie kun je daar al heel veel mee oplossen. En die mensen hebben geen idee dat ze dat verkeerd doen. Maar dat is ook nooit verteld. Dus dat zijn wel dingen die voor ons heel dicht bij tastbare oplossingen liggen. Maar wat ons allemaal aangaat overigens. Okay. Sorry? Helemaal mee eens. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Ik ga eens even naar dorpsraad Dinteloord. Heeft u al een standpunt ook hier? Maar kijk, staat er voor een beleid te maken. Dus die willen ook wel ideeën misschien horen. Wij hebben op 19 oktober al een brief gestuurd naar het college. Ja. Waarin we ons achter het voornemen tot
maken tot het realiseren van, laat ik het dan maar noemen, een polenhotel aan de Noordlangeweg hebben geschaad. Maar daarbij wel gezegd dat er dan aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. Ik hoorde het net al noemen, stel leefregels op waar de arbeidsmigranten zich aan moeten houden. Zorg dat er een beheerder is die aanspreekbaar is. Zorg in samenspraak met de gemeente voor een goede basisadministratie. Want dat, als je niet weet over welke aantallen je praat, dan is het ook heel moeilijk, denk ik, om beleid te maken. Zorg in variatie in de bewoning. Niet alleen jonge mannen, maar ook inderdaad graag stelletjes. En Dinterlot, dat zal ook zelf iets moeten doen. Door te zorgen dat de mensen de gelegenheid krijgen om te integreren. Dat waren zo de belangrijkste voorwaarden die we genoemd hebben. Ik zie de provincie knikken, maar goed. De raad luistert nog. Misschien heb ik ook al vragen. Dorpsraad Kruisland. Hoe zitten jullie erin? We hebben natuurlijk niet zo gek veel arbeidsmigranten bij ons in het dorp zitten. En ja, er zitten er een paar in een gebouw en wel een paar in huizen. Maar ze geven op het ogenblik weinig overlast. En die werken overal in de regio. Dus niet, volgens mij niet alleen in de gemeente Steenbergen. En als je wat verder kijkt dan de dag van vandaag, zegt u van nou... Nou ja, er wordt nu snel gekeken naar arbeidsmigranten natuurlijk, niet meer in, ook niet meer in de regio naar eigen mensen. En er zijn natuurlijk heel makkelijk, ja, niet te manipuleren mag ik niet zeggen, maar die mensen die hebben natuurlijk hier niks opgebouwd, dus die willen hier wel iets bereiken. Dus die willen zoveel mogelijk uren maken om zoveel mogelijk te verdienen. Ja. Kijk, en wij, een Hollander, die zal natuurlijk ook nog in een sociaal leven natuurlijk, dus die zegt dan een aantal uren, ik vind het wel best. En daar zit natuurlijk ook een hele wrijving in. Ja, precies. Maar maakt u er ergens zorgen over, als dorpsraad? Ja. Gedeeltelijk wel. Christian, geloof ik, ja. Ja, dan merk je met name ook wel in Kruisland. In het dorp zelf zijn best wel veel huizen ook bewoond door arbeidsmigranten. En dan merk je dat de cohesie in het dorp toch anders is. Omdat net wat dat ze ook zeggen van... ze weten ook niet goed of dat de kliko langer mag buiten staan. Of, ze zijn niet zo betrokken en ze zoeken het ook niet echt op. Terwijl ze op zich wel vriendelijk en dingen zijn. Maar ja, ze weten ook niet soms... goed te integreren, omdat ze gewoon ontzettend lange dagen maken. Dat merk je ook wel, want bij ons zelf in het dorp is de supermarkt extra een uur langer open gegaan, omdat die mensen vaak veel later thuis komen weer werken. Dat ze zeggen van, ja, dan hebben die ook de gelegenheid nog om... Een verleidelijke vraag is natuurlijk, wat doen jullie zelf als dorp om die cohesie te vergroten? Ja, nou ja, we hebben het dan bij één gebouw waar meerdere gezinnen in zitten. En nou, die hebben zelf ook wel contact opgezocht met de buurt. Zo van, nou, mochten jullie overlast ervaren of zeg, dan hebben we wel een aanspreekpunt of iets. En die ja, maar de directe contact is er eigenlijk niet goed, omdat de taal niet machtig is. En dat is gewoon heel erg jammer. Maar dat heeft nog niet tot problemen geleid, maar het zou misschien... Nee, nog niet echt concreet waar we van op de hoogte zijn in ieder geval. Oké, prima. Ja... Behoud leefbaarheid in Dinterlot. Bij wie moet ik zijn? Klinkt goed, hè? Ja. Ja, voorzitter, ik heb al aardig wat gehoord over cijfers, onzeker. Mm-hmm. Over hoe de mensen zich al dan niet aanpassen. Maar waar het om gaat, is van waar wonen ze nu en waar gaan ze straks wonen. En dat is de kern van de zaak. En daar heb ik het nog niet over gehad. Nou. Als je kijkt waar ze nu wonen. Mm-hmm. En ik praat dus over de shortstayers. Over de mensen die hier... al langere tijd zijn of hier langere tijd willen gaan verblijven. En dan kijk ik niet alleen naar de shortstayers, maar ook naar de middellange termijn, want 3 jaar is best al lang. Dan gaat het erom, waar ga je die mensen huisvesten, hoe doe je dat en wie is daar verantwoordelijk voor? En dat is de kern waar we het over hebben. Ja. En wij vinden als werkgroep, en ik praat alleen over Dinterlot, want ik heb geen mandaat om over de andere kernen te praten. Wij vinden voor Dinterlot dat je de huisvesting... moet plaatsvinden, laten plaatsvinden bij voorkeur op het bedrijf waar zij hun werkzaamheden verrichten. Ik praat over de shortstayers. En als dat niet kan, dan moet je naar een alternatief kijken. En dan moet je kijken naar een centrale vorm van huisvesting. En dan komt de vraag van waar ga je die locatie dan kiezen? Op welke locatie komen ze te wonen? Dan heb je nodig een maatschappelijke
en sociale draagkracht. En onze werkgroep die steunt het doel van deze avond. En dat is een sociaal acceptabele maatschappelijke huisvesting voor elke arbeidsmigrant die in de gemeente Steenbergen werkzaam is. Het gaat dus niet om degenen die buiten Steenbergen werken. Als we daar naar kijken, dan moeten we kijken dat we een convenant maken met andere gemeentes. Het moet niet zo zijn dat de gemeente Steenbergen het afvoerputje wordt van alle omringende gemeentes. Daar gaat het om. En die huisvesting, ik ben nog niet klaar met u. Nee, dat hoor ik. Die huisvesting betekent, als het precies, ja, kan op het bedrijf heel graag. En dan is er een rigide aantal is genoemd van 40. Dat is best veel, maar het mag best meer zijn. En dat is afhankelijk van de situatie, van de ligging van het bedrijf en van de omstandigheden. Dus de rigiditeit van 40 is voor ons veel, veel rekbaarder dan het getal op zich. En daarbuiten moet je zorgen dat als je centrale huisvesting kiest, dat dat altijd, maar echt altijd is, zo dicht mogelijk bij of aanpalend aan de werkplek waar de tijdelijke arbeidsmigrant, vindt u geen mooi woord, maar daar hebben we het wel over. Misschien vinden we vanavond een ander woord, waar die werkzaam is. Dat wil ik in eerste instantie zeggen. Kom ik straks nog wel op terug. Ongetwijfeld. Ik zie dat er vragen en reacties zijn. In ieder geval vanuit Dorpsraad. Ja. Nou, ik heb een vraag voor meneer Van den Berg. Waar mogen dan de midstay en longstays wonen? Okay. Moeten die ook op het bedrijventerrein of mogen die dichter tegen de kernen aanwonen? Er zijn bekende gevallen, ook in de Welberg al, die 3-4 jaar zijn. Gisteravond was er nog een uitzending over het Westland. Een dame kwam aan het woord die al 9 jaar was. Wij vinden dat die mensen ook recht hebben op een sociaal leven. En dus dichter tegen de kern aan gehuisvest zouden mogen zijn. Ja. Soortsteen, prima. Die zijn hier misschien voor 3 maanden. Maar ook de werkgevers hebben liever vanwege allerlei regels, de global gap, liever dat werknemers er langer zijn dan korter. Ja. Om ze niet elke keer opnieuw te hoeven trainen. Ja. Dus wat doen we met deze, en dat is de vraag aan de heer Van den Berg, van waar moeten die mensen dan gehuisvest worden? Ja. Ook op het bedrijventerrein? Ja. Nee, zeker niet. Okay. De longstayers en de mensen die 2 tot 3 jaar dan wel hun gezin al hier hebben en in de GBA staan ingeschreven, die hebben recht en die moeten aanspraak kunnen maken op een reguliere woning in de kernen. Niet allemaal bij elkaar en zeker niet op 1 gepropt in 1 woning die dan bij toeval is opgekocht en in eigendom is van iemand die daar meer geld op kan verdienen. Op zich is geld verdienen geen misdaad, maar meer geld verdienen dan dat hij bij een reguliere huurder kan krijgen. Dus zeker niet de longstayers en de shortstayers wel, maar de middellange termijn, zeg maar 2 jaar, dat is rekbaar. 2, 3 jaar of langer, die horen thuis in een reguliere woning. Ja. En zeker als ze staan ingeschreven, hebben ze er ook recht op. Oké. Ik kijk of er nog andere reacties zijn. Heren, als u dit zo hoort, zegt u van nou, daar kunnen we wel een afspraak mee maken. Ja, ik kan me wel vinden in wat die meneer daar zegt. Nou, wij hebben allemaal shortstays, want wij werken met, wij hebben veel piekarbeid en zo met oogst van aardbeien en oogst van blauwe bes. En die mensen zitten nu maximaal 40 op mijn eigen bedrijfsterrein gehuisvest, omdat dat binnen het bestemmingsplan mogen dat er niet meer zijn. En ja, we hebben dit jaar de raad al een keer uitgenodigd om mee gaan te kijken in gemeentes, zoals in de gemeente Veghel, waar het wel ruimer kan. Daar zijn plaatsen bij waar 200 tot 250 mensen op 1 locatie zitten. Ja. En daar is vaak een negatieve beeldvorming bij. Maar volgens mij waren de raadsleden blij verrast om te zien hoe het daar geregeld was. Ja. Gewoon keurig netjes geregeld. Die zullen vanavond geen mening geven, maar wel vragen stellen. Ja, maar, uiteraard. Ja. Dus, en ook voor ons, want bij mij zijn er 40, dus zoals ik net zei, bij mij op bedrijf gehuisvest. Maar de rest zit, ik denk misschien dat er 10 in de gemeente Steenbergen gehuisvest zitten. Ja. Maar de rest zit verder weg en dat wordt steeds verder weg. En dat is het woon-werkverkeer is ook niet wenselijk. Dus vandaar, ik zou uitbreiding willen van het aantal. U zegt? Ja, precies wat meneer zegt. Onder dezelfde voorwaarden die genoemd zijn, moet het mogelijk zijn om misschien grotere aantallen te denken. Geen reactie? Voorzitter, 1 voorwaarde wil ik er nog wat toevoegen als dat mag. Ja. Dat klinkt heel goed, ik kan die naam niet lezen, maar u bent werkgever en u huisvest arbeidsmigranten op uw eigen werklocatie, uw eigen bedrijf. Dat is heel goed. Wat ik net niet gezegd heb, maar wel graag wil toevoegen, dat is dat alle tijdelijke arbeidsmigranten die werkzaam zijn op een bedrijf, dat die voor kosten van de werkgever en onder toezicht van de werkgever
en onder verantwoordelijkheid en controle en ook de registratie van de werkgever op dat bedrijf gehuisvest zijn. Als dat geschiet en er is ruimte voor 60, prima. Ja, uiteraard, want het gebeurt nu ook al, maar alleen dan voor 40 mensen. Ja. En dat is dus wat ons betreft rekbaar. Kom maar, wilde u reageren? Ja. Ja, ik heb een vraagje aan Flexemployment en Good Morning. We hebben het over shortstayers, midstayers en longstayers. Hebben jullie in jullie administratie daar een beeld van welk percentage tot welke categorie behoort? Nou, cijfers. Ik wil daar best iets over zeggen. Ja. Want ik denk dat het dan ook heel belangrijk is. Iemand kan shortstay in Steenbergen blijven, maar dat betekent niet dat hij weggaat. Iemand kan een jaar voor ons werken, maar op 3 verschillende projecten van Steenbergen tot Zuid-Holland tot Venlo werken. Dus wanneer is het dan shortstay voor Steenbergen? Dan vind ik het geen shortstayer. Als hij langer blijft, is het geen shortstayer. Nee, maar hij blijft dan mogelijk maar 2 of 3 maanden in Steenbergen. Ja. Ja, u vroeg naar percentage, dat heb je. Ik denk dat de helft een jaar bij ons blijft of korter en een helft langer dan een jaar. Okay. Dat getal mag u noteren. Voor mij werd u ook gevraagd om een meneer De Bot. Ja. Ik denk dat het inderdaad klopt dat een 15% korter blijft dan een jaar. En we hebben nog een vaste groep van 10-15% die langer bij ons werkt als 2 jaar. En de rest zit 1 jaar tot 3 jaar. En dan gaan ze weer terug naar Polen. Ja. Ziet u daar verandering in komen of zegt u van dat gaat er wel een tijdje zo doen? Ziet u daar verandering? Ik denk dat de mensen wel iets langer gaan blijven op dit moment. Omdat? Omdat alles beter geregeld gaat worden in Nederland. De huisvesting gaat beter geregeld worden. Het is wel veel moeilijker om huisvesting te vinden. Maar het wordt wel allemaal beter geregeld. Dus daardoor zullen de mensen ook langer gaan blijven. Wat betreft van in de kern wonen of daarbuiten. Ik ben zelf een voorstander van toch wel in de kern wonen. Ik denk hoe dat ze... Kijk, wat is integreren? Is dat echt deelnemen aan de voetbalclub? Of is dat deelnemen aan de maatschappij? Dus gewoon naar een supermarkt kunnen gaan. Ja. Wij zitten zelf voor 90% in de kern. En wij zien gewoon dat de mensen gewoon gaan winkelen. En dat noem ik ook integreren. Ze hebben ook wel tijd om te winkelen. Niet zo dat ze ja, al lang moeten precies. Werken. Nou, ik denk het wel. Ja. Maar ja. Ik denk dat het deze beeldvormende vergadering helpt als we shortstay definiëren aan de hand van het arbeidscontract dat ze krijgen. Oké. Waarom, leg even uit voor iedereen waarom het zo belangrijk is. Nou ja, de raad kan misschien zijn voordeel hebben. Ja. Als mensen zeg maar voor 3 maanden een arbeidscontract krijgen, dan zijn het shortstayers. Krijgen ze een arbeidscontract voor 3 jaar of langer, dan zijn het longstayers. En dan kunnen we allemaal wel mistig doen over die dingen. Van ja, ze werken soms wel eens hier, maar aansluitend daar. Vertel ons gewoon hoe lang een arbeidscontract duurt en we zijn eruit. Ja, maar even vraag toch. Stay gaat over waar je woont of is stay waar je werkt? Dat onderscheid. U zegt van nee, stay is zolang je een arbeidscontract hebt. Vertel mij wat de duur is van het arbeidscontract als ze hier in de gemeente Steenbergen werken. Ja. Ik denk dat of het nou een Poolse arbeider is of een Nederlandse arbeider. Tegenwoordig als iemand ergens begint, dan krijgen ze bijna allemaal een 7 maanden contract. Dus dat is ook bij een Poolse collega. En daarna krijgen ze weer een keer 7 maanden. Daarna komen ze vast in dienst. Maar dat is bij iedereen, denk ik, het geval bijna. Okay. Dus daar kun je niet waarom je dat zo belangrijk vindt. Kort... Nou, ik lees in de media berichten dat er ondernemers zijn die kortlopende arbeidscontracten aanbieden. En vervolgens worden die mensen doorgestuurd naar de volgende ondernemer. En daar gaan ze ook weer een kortdurend arbeidscontract aan. En het schijnt dat dat te maken heeft met de sociale wetgeving enzovoorts. Maar het precieze weet ik daar niet van, want ik heb geen ervaring in uitzendbureau. Maar ik lees zowel als artikelen in de media. Ja, en wat is dan belangrijk vanavond? Want u zegt van ja, dat doorschuiven van medewerkers, dat is niet menselijk. Nou ja, de gemeente Steenbergen die wil beleid maken voor arbeidsmigranten die in Steenbergen werkzaam zijn. Ja. En dan lijkt het mij goed dat we daar op een of andere manier feitelijk vat op krijgen. Ja.
En er is al een heleboel gezegd over cijfers. Dat dat aannames zijn, schattingen, ramingen. Ja. Maar ik denk, ja, sommige dingen die staan toch vast. In een GBA staan mensen geregistreerd. Vertel me dan hoeveel er zijn. Er zijn arbeidscontracten gesloten. Vertel me dan voor welke duur. En zo komen we denk ik tot een heleboel feitelijke informatie op basis waarvan de gemeenteraad straks beleid kan maken. Ja, u zegt geef ons meer zekerheid over de cijfers. Dan kan het beleid ook daar beter op toegespitst worden. U wilt wat zeggen. Ja. Nou ja, ik vind het een beetje merkwaardig, want dit soort contracten geldt ook voor Nederlanders. Mijn partner die werkt sinds vorig jaar februari voor één bedrijf op het AFC en heeft daar al 5 arbeidscontracten op één volgend gehad. Ik denk niet, ze woont al 20 jaar bij mij, dat zij een shortstayer is. Nee, ze heeft sowieso longstay bij u, hè? Dat is inderdaad helder. Ja, oké, heel mooi. Goed. Iets over zeggen zonder na elke keer... Maar meneer Tampoboulou, uw echtgenoot is ook geen arbeidsmigrant, hè? Ja, maar waarom maakt u dat onderscheid? Ja, dat doe ik niet. In de literatuur en de provincie die is daar recent nog mee bezig geweest. In opdracht van de provinciale staten is dat onderzoek verricht. En daar wordt het onderscheid gemaakt in longstay, midstay, shortstay. En er worden ook verschillende beleidsadviezen afhankelijk van die duur geformuleerd. Shortstay bij voorkeur grootschalig dichtbij bedrijventerreinen. Ja. Oké, helder hoor. Maar u zegt, toch interessant, ja, misschien moet je dat een beetje loslaten. Maar wat bereiken we daar dan mee als we dat onderscheid niet maken? Nou, ik denk dat dat heel lastig is, want iemand kan 3 maanden inderdaad bij Van Marrewijk 1 werken en vervolgens kan die ergens anders in de gemeente, maar hij blijft in dezelfde woning zitten. Ik bedoel, dat short stay, dat zegt niks, dat contract. Nee. Blijft hij hier inderdaad short? Is die na een paar maanden helemaal uit beeld verdwenen of zo? Dat is misschien een goed criterium, maar het feit dat hij een contract heeft, hij kan na een week alweer ergens anders te werk gesteld worden in deze gemeente. Dat kun je niet afmeten, dat is geen yardstick voor mij. Meneer Molen. Drukt u even op het knopje, dan hoort iedereen in het land u. Ja. Met uw welnemen wil ik even terug naar de kern van de zaak. Ja. De werkgroep behoudt leefbaarheid Dinteloord. En dat is de aanleiding, hoop ik, van deze avond, niet de oorzaak. Zit hem dus in het huisvesten van mensen die in onze regio, met name nu in Dinteloord, werken. We hebben ons breed georiënteerd. Wij zijn op bezoek geweest bij verschillende werkgevers op het AFC. En ik hoor aan de rechterzijde spreken over fluctuerende aantallen. Maar ook de toekomst, de aanwas van mensen die nodig zijn, worden enigszins onderschat. We hebben van één hele grote werkgever op het AFC begrepen dat met het volledig invullen van de AFC er nog extra 800 tot 1000 mensen nodig zouden zijn. Verder heeft deze werkgever aangegeven niet gebaat te zijn bij mensen die een paar maanden komen werken en daarna weer verdwijnen. En de bedrijven aan de overkant vertegenwoordigd zijn niets anders dan intermediairs die ervoor zorgen dat die mensen er komen. Daarmee ook een bepaalde verplichting hebben. Maar het bedrijf waar ik nu over spreek heeft ook grote vestigingen in het Westland. En de mensen die gisteravond de problematiek hebben gezien bij de monitor weten waar dat ongeveer op neerkomt. De directeur van dat bedrijf vertelde: ik voel er niet voor om continu een nieuwe lichting mensen te krijgen, want ik moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. En dan neem je niet mensen die 3 maanden een baantje komen invullen. Nee, die worden opgeleid, die worden gecontroleerd. De afnemers van de bedrijven op de AFC controleren ook of de mensen goed gehuisvest worden, of die aan die normen en eisen voldoen. En dat bedrijf vult zijn vraag aan arbeid dermate in dat hij een bijna continue stroom heeft. Want in die bedrijven zijn verschillende activiteiten, van oogsten, zaaien enzovoort. Dus hopelijk steeds dezelfde mensen, goed opgeleid. Volgens alle normen die daar gesteld worden en ook naar behoeften en eisen van de leverancier die dat regelmatig komen controleren. Dus terug naar die kern, huisvesten van hoeveelheid mensen. En we moeten nu niet praten voor vandaag en voor het verleden, want dit speelt al 2 decaden.
Wij moeten spreken over wat nog op ons toekomt. En dat is niet onaanzienlijk. En die huisvesting, er wordt gesproken over short, mid en long stay. Maar als ik begrijp dat dit bedrijf zegt, ik wil die mensen houden, dan houdt dat in dat zij hier een langere tijd zullen blijven. Ja. En dan ben ik even nieuwsgierig. Wat zou u dan de raad willen voorhouden? Daar kom ik op, als u het goed vindt. Okay. Die mensen moeten ondergebracht worden. Blijven ze langer, hebben ze behoefte aan een goede woning. En dan komen we op de limieten die de provincie ons gesteld heeft en die ook heel lang niet vooruit heeft gekeken. De werkgevers wisten wat er zou komen en de samenspel gemeente en provincie had er moeten zijn. Niet alleen voor de reguliere bewoners, maar ook voor deze mensen die misschien straks tot de reguliere bewoners gaan behoren. Dus huisvesting is niet alleen voor migranten, maar voor de complete bevolking. En we hebben nog steeds het mandje van Dinteloord in te vullen. Dat is vertaald vanuit Steenbergen, dat wij een paar honderd woningen zouden moeten bouwen. En of dat nu voor onze eigen bewoners is of voor mensen die hier langer periode willen zijn, dat is hetzelfde probleem. Dus er moet er gewoon huisvesting komen en hoe we dat gaan invullen. Maar niet alleen vanuit het verleden, niet alleen voor vandaag, maar de visie die bij de provincie zal moeten zijn en ook bij de gemeente voor de nabije toekomst en nog wat verder vooruit. Ja, nou laten we even de provincie het woord geven, misschien hebben ze daarover nagedacht. Er wordt een appel op u gedaan. Onze visie op huisvesting is dat wonen en verblijven primair thuis hoort te vinden in het stedelijk gebied, in bestaande kernen. Dat kan in woonwijken, als het gaat om arbeidsmigranten. Maar we zien dat eerder landen aan de randen van woonwijken, bijvoorbeeld in gemengde zones of op aan randen van bedrijventerreinen. In het buitengebied is huisvesting ook mogelijk. En dan kijken we vaak bij agrariërs. Dus dat kan ook. En eventueel bij leegstand van vrijkomende agrarische bedrijven of andere leegstand. Ja. Hoor ik u nou zeggen van, nou, er zijn eigenlijk geen belemmeringen? Wij zijn voorstander voor maatwerk. Elke situatie is anders. Dan moet je even goed hoor. Kijken van wat een goede kwalitatieve huisvesting is en welke locaties daarbij horen. Dus er is wel een mogelijkheid in het buitengebied, maar wij kijken eerder naar in en rond het stedelijk gebied, waar ook andere groepen worden gehuisvest. Er wordt doorgevraagd, ja. Gisteren de monitor bekeken hebbend, dan zie je de gemeente Vendrij, die duidelijk buiten het directe stedelijk gebied een groot hoeveelheid bungalows heeft gebouwd, keurige nieuwe bungalows, om die mensen onder te brengen. En dat kan bij ons dorp zeker niet in ons eigen kern. Dus daar zul je een dermate groot stuk buiten het kerngebied moeten vinden, om niet alleen voor nu, om de achterstand in te halen, maar ook voor de toekomst, om daar fatsoenlijke woningen te plaatsen. En die grond is er in Dinteloord, daar is visie op. En als we zien hoe dat in Vendrij is opgelost, is jammer dat u dat niet gezien heeft. Nou, de mensen die wonen schitterend. En dat is dus ook voor de middellange termijn uitstekend geschikt. Ja. Past dat binnen uw definitie van maatwerk? Maatwerk is mogelijk. Maar de oplossing die in Venlo gekozen is, of Vendrij, dat is niet definitie de visie die wij hebben. Dit is toch een hele andere provincie. Ja, zie ik u reageren op? Ja. Nou ja, dat is meer voor de raad. Er wordt ook in de wandelgangen al sinds van voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar gesproken over mogelijke uitbreiding van het AFC. Aardige vraag is hoe de raad hier in staat, maar kan ze geen vragen stellen. Nee, maar wel moet je in zo'n geval natuurlijk wel rekening mee houden als je langs de randen van het bestaande bedrijventerrein daar aan huisvesting gaat denken, dat je niet in de knel komt met je gedroomde uitbreiding in de toekomst. Maar legt u eens even uit, waar zitten dan wat u betreft de grenzen als je in dat soort oplossingen gaat denken? Nou, ik denk niet in grenzen, maar er is aangegeven in de wandelgang en zeker in de aanloop naar de verkiezingen dat een uitbreiding van het AFC mogelijk zou zijn. Ja. En dan denk ik voornamelijk in zuidelijke richting van de Steenbergse Vliet.
En dat is ook ooit resultaat het zoekgebied geweest. En zelfs een deel daarvan staat nog in de structuurvisie. En het is dus niet onmogelijk dat daar het bedrijventerrein in de toekomst nodig zal zijn. En als je daar dus al een huisvesting maakt voor arbeidsmigranten, dan kom je straks weer met allerlei milieuzones en zones in conflict. Dus het is wel zaak om dat inderdaad op maat te doen, op zodanige manier, dat het toekomstbestendig is. Zag u daar uw vinger nog steken? Nee, dat leek maar zo. Gaat het nog goed, staatsraad? Of toch een andere hand? Ik wil er misschien wel wat over zeggen, want ik zit namens de Tom, maar ik zit ook namens Lans. Lans is een glastuinbouwbedrijf ook. En wij hebben 2 vestigingen in Nieuw-Prinsenland. Maar ook 3 vestigingen in het Westland en 2 vestigingen in Rilland. En we hebben in de piek van de arbeid toch wel zo'n 370 mensen nodig, zeg maar. Maar we hebben jaar rond mensen nodig. Dus wij kunnen jaar rond werk aanbieden. En in de piek hebben we iets meer nodig. Want we hebben gewoon wat meer licht, wat meer stengels, wat meer tomaten. En zo werkt dat een beetje in de glastuinbouw. Wat je ziet is dat er bij ons ook verlopen is. Dus als er een Poolse jongen of een Moldaafse vrouw komt, dat die ook alweer eens verder gaat kijken naar een ander uitzendbureau of verder shopt. Maar wij willen heel graag dat mensen langere tijd aan ons verbonden blijven. Want inderdaad, voor die kwaliteit. Je hebt ongeveer een half jaar nodig om mensen in te werken. En daarna snappen ze het spelletje, zeg maar. En hoef je niet meer zo te veel te vertellen. We werken ook met een eigen uitzendbureau, NL Jobs. En die heeft op dit moment in Agripoort aan 7, ook een groot glastuinbouwgebied met heel veel werkplaatsen uiteraard. Zijn wij met het uitzendbureau een verblijfsaccommodatie aan het realiseren. 330 bedden. En eigenlijk een studiootje voor 2 met 2 bedden, een klein stukje woonkamer en een keukentje, zeg maar. Dus die normen, hè, want in feite wil je dat mensen goed wonen, goed uitgeslapen zijn, zodat ze fit aan het werk kunnen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar voor ons zijn het mensen. Het is geen arbeidsmigrant, het is geen Pool of een Moldaaf. Nee, het zijn onze medewerkers die we keihard nodig hebben om maandagmorgen om 7 uur te starten en om vrijdagmiddag om 4 uur klaar te komen met al de werkzaamheden die we nodig hebben. Nou, even voor deze regio, want daar zitten we vanavond. Wat zou u dan hier graag wensen? Wij zouden graag nabij het dorp Dinteloord een grootschalige huisvesting willen realiseren. Met een uitzendbureau. Voor 200 bedden of meer zeker. Ook met de bewoners samen of alleen met het uitzendbureau? Ook met de bewoners? Ook met de uiteraard met de bewoners. Maar ik vind wel, je kan ze wegstoppen achter in een polder. Ja. Maar ik heb liever dat ze integreren, dat ze een voetbalteam oprichten, bij wijze van spreken, dat ze de voetbalclub weer leefbaarder maken, dat de supermarkt weer meer aanloop heeft, et cetera. En dat ze met de fiets naar het dorp kunnen en met de fiets naar het werk. Ja. Dat is voor ons een ideale situatie. Niet weggestopt achter in een polder zo van, nou, joh, het is die windmolen. Nee. Heb je ook over nagedacht welke aantallen u denkt bij grootschalig? 200 of meer, zei ik. 200 meer. Ja, meneer Van den Berg. Ik begrijp, dat is bovenop die 250 van Flex Employment. Ja. Oké, meneer Van den Berg. Ja, ik heb eigenlijk twee opmerkingen. De eerste is over de uitbreiding van het AFC in de toekomst. Ik weet, en dat herinner ik me heel goed, dat er destijds een afspraak is gemaakt. We gaan niet over de Noord-Langeweg heen. Dus nu komt er een hint. Ik weet niet waar die hint op gebaseerd is, maar dat is destijds niet afgesproken. Dat is 1. 2 is, als je in de nabijheid van een kern en de locatie die eigenlijk geprognotiseerd was om daar die 245 arbeidsmigranten te huisvesten, dat was een locatie waar maatschappelijk geen draagkracht voor is. Die was er niet en is het nu ook niet. Dat is niet onderzocht. We praten over arbeidsmigranten, laten we zeggen, mensen die werk komen verrichten, waarvan de termijn tijdens welke ze dat soort werk gaan verrichten, die staat niet vast. Meneer Aanraad stelde net een vraag aan de werkgevers. Voor hoe lang is die arbeidsovereenkomst? Is een groot verschil. Is dat een uitzendovereenkomst of is het een reguliere arbeidsovereenkomst bij een private werkgever? Er zit arbeidsrechtelijk een groot verschil in. Zeker als je het over de duur hebt. En ook nog een keer over de duur bij dezelfde werkgever. Daar gaat het nu niet over. Maar als het gaat over mensen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie,
dat het mensen zijn die hun gezin nog steeds in een ander land hebben. Dan zijn dat mensen die voor mijn gevoel short stayers zijn. En die short stayers, daarvoor komt een centrale huisvesting in aanmerking, zo dicht mogelijk bij de werkplek waar ze hun arbeid verrichten. Als dat niet kan op het terrein, op het bedrijf van diegene waar ze hun arbeid verrichten. Ja, en dat is een duidelijk onderscheid tussen wat meneer Wisse zegt en wat u zegt. Een groot onderscheid, ja. Wil je daarop reageren? Mag ik daar nog iets op zeggen? Uiteraard, ja. Sorry, dit is een beetje met nee, prima. Als ik hier aantallen arbeidsmigranten van verblijven, even, ik hoorde net van ja, kom eens met wat aantallen. Dat je hier in principe voldoende bedden hebt voor zeg maar de werkplaatsen, de werkplekken die er nodig zijn. Daar zijn voldoende bedden voor. Dus dat betekent dat het gros van de arbeidsmigranten is niet werkzaam in Steenbergen. Dus daar begint volgens mij onderzoek 1 na dit traject. Mm-hmm. Hoeveel heb je het over? Nou, dat hebben we nu toch wel aardig in beeld. En dan komt daar een verdiepingsslag om te zeggen, ja, we hebben het wel over grootschalige locaties en dat wil ik dichtbij mijn bedrijf hebben, maar hoeveel is dat nu? Er zijn ongeveer 200 locaties waar arbeidsmigranten gehuisvest worden. Dus van die 200 locaties, 100, in 150 gevallen zijn die mensen niet werkzaam binnen een Steenbergs bedrijf. Kijk, dat moet je zich dan niet de vraag voor waarom ja. Steenbergen die mensen moet huisvesten en daarvoor moet opdraaien. Ja. Ja. Nou, die onderzoeksvraag, dat zal hier dus uit moeten rollen. We hebben dat in beeld gebracht, alleen daar zitten heel veel slagen onder nog. Short stay ja, of long stay, ja, het is alles korter dan. Als je langer verblijft dan 4 maanden, dan moet je inschrijven. Hè? Dat is de BOP, dat is gewoon de wet. Dus daar hoef je niet over te twijfelen wat dat dan is. Vrijt over een jaar. Hoeft niet aaneengesloten. Oké, goed. Prima. Maar ik ga ervan uit dat die mensen, als die aaneengesloten blijven, hè, laten we ook de uitzendbureaus aankijken, dat die mensen zich dan ook inschrijven. Als ze langer verblijven dan 4 maanden. Ja, Nimis. En dan gaan we ook even naar jullie. Ja. We hebben de voorziening bij het dorp, zeg maar, of de grootschalige voorziening hebben we nodig voor de mensen die wel langer bij ons blijven. Dus dat zijn echt geen shortstayers die langer bij ons blijven. Dus 3, 4, 5, 6 jaar, bij wijze van spreken, in het glastuinbouwgebied werkzaam zijn. Maar uiteindelijk toch weer terugkeren naar het land. Want waarom komen ze in veel gevallen hier naartoe? Omdat ze hier gewoon geld kunnen verdienen. We hadden het in het verleden heel vaak over de Polen. Dat was 90-95% van ons werkbestand, zeg maar. Ja, dat is teruggelopen naar 60. Waarom? Omdat we zoveel Polen in dienst hebben gehad en dat die mensen zoveel hebben geïnvesteerd in Polen. We hebben de beste ontwikkelingshulp ooit gegeven. En nu komen er andere mensen, zeg maar. Ja, en die moeten ook zorgen dat die weer integreren. Dat ze een cursus Nederlands kunnen krijgen, et cetera. Er zijn er ook die blijven. Maar die mensen die blijven, die willen natuurlijk niet lang, hè, als ze echt de beslissing hebben genomen, ik ga hier een gezin stichten of ik heb een leuke Nederlandse jongen of meisje leren kennen. Ja, dan gaan ze vanzelf naar het dorp integreren, huisje kopen enzovoort. Ja, okay. Dus het gaat ons om de mensen die hier wel langer blijven, maar uiteindelijk toch weer een keer gaan terugkeren. In ieder geval, in heel veel gevallen. Nou, was even discussie van ja, moet dan Steenbergen nou juist de plek zijn? Of als je kijkt naar waar ze werken, moet het eigenlijk ergens anders plaatsen? Nee, Dinterloord moet de plek zijn voor ons. Oké. Ja. Ik wil vanuit. Wil je wel vriend van ons blijven, of niet? Uiteraard. We doen het samen, hè? Ja, dat moet nog even blijken. Ja. Ik wil het beeld van waarom Steenbergen toch even nuanceren. In ieder geval voor ja. Good Morning zijnde. Ik wil daarbij toch, hè, vorig jaar hebben wij 200 man gehad die van Waalwijk naar Dinterloord moesten rijden. Dus dat Steenbergen het afvoerputje zou zijn, voor ons is het juist andersom. Andere gemeenten, daar moeten wij ze huisvesten voor gemeente Steenbergen, vanuit Waalwijk zelfs. En dan kun je ook, hè, je komt op binding met je uitzendkracht. Als mensen iedere dag 1,5 uur in de auto heen en 1,5 uur terug zitten, dan krijg je verloop. Want dat willen mensen niet. Die willen inderdaad dicht bij die werkplek zitten. Die willen snel thuis zijn na een lange werkdag. En daar krijg je verloop van. Oké, ik zie de provincie ook. Voorzitter, en laat dat nou precies het aanbod zijn geweest van de werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinterloord. Namelijk? Wij hebben met de hete adem van de bewoners van Dinterloord in onze nek, hebben wij gezegd, oké,
als wij alleen zeggen nee, 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 dan gaat men zeggen ja, wat wil je dan wel? En wij hebben gekozen, hebben zelfs meegeholpen en hebben gezegd, het plan zoals het er lag, dat zag er best goed uit. Alleen de locatie deugde niet. Als je nou het hele plan oppakt en je neemt dat mee, zo dicht mogelijk bij het AFC, bij de eerste of de tweede rotonde, aan de rechterkant. Daar komt in de toekomst, wat onze werkgroep betreft, geen uitbreiding van het AFC, meneer Tampoubolon. Dan kan daar die huisvesting plaatsvinden. En dan heb je nog, zij het een lichte mogelijkheid tot uitbreiden. Wat wilt u nog meer verwachten van een zeer kleine gemeenschap zoals de kern Dinteloord hier heeft? Okay. Waarom bent u zo ontevreden dan? Dat vraag ik aan eigenlijk alle aanwezigen. Ja, dat is een indringend appel om over na te denken. Maar ik zie dat de stadsraad gaat reageren. Ja. Wij zijn hier nu met name over de grootschalige huisvesting aan het praten, zeg maar. En dat vind ik op zich goed. En ik denk dat de grote bedrijven dat die ook wel een naam hoog te houden hebben en daarom ook genoodzaakt zijn om de zaak goed voor elkaar te hebben. We hebben binnen onze gemeente ook een aantal kleinere bedrijven die met veel minder werknemers toch huisvesting nodig hebben. En daar moet ook aandacht voor zijn, denk ik. Die zitten in de particuliere sector. Want die zitten meer in de particuliere sector. En ja, niet iedereen is even genegen om te integreren, zeg maar. Dus daar zal ook een handje moeten helpen. Door? Ook de hand te reiken, maar andersom. De ondernemer die mensen heeft, die mag ook wel wat meer inspanningen verrichten, denk ik. Want ook die missen we hier vanavond. Ja, die moeten ook in beeld blijven, hoor ik u zeggen. Ook al zijn ze er niet. Ik zag daar volgens mij, ja, die wilde reageren. Ik snap leefbaarheid Dinteloord, kan ik me eigenlijk best wel in vinden. Alleen, het gaat hier om een gebied van een afstand van 10 kilometer. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, als daar nou het grootste probleem in zit, dan moeten we daar samen makkelijk aan uit kunnen komen. Maar alleen, ik snap het probleem niet helemaal. Want die mensen een afstand van 10 kilometer, verwijderd van wat? Nou, wat het verschil is tussen de locatie waar wij het nou over hebben, dus aan de rand van het dorp. Of we gaan naar het Prinsentuin toe. Dat is de bestemming en de planologische invulling daarvan. Ja, die grond is bestemd voor iets heel anders. En het allerbelangrijkste, dat is dat er geen maatschappelijke draagkracht is. En het is onmogelijk om zonder maatschappelijke draagkracht te doen wat u kennelijk wilt. Okay. U moet ons aanbod accepteren en zeggen, oké, dat is redelijk en billijk. Dat is een prima beginsel, is ook in het recht een heel sterk beginsel. Wij pakken dat met beide handen aan. Dat moet u doen. Ja, u wordt nu om een reactie gevraagd, maar wat denkt u zelf? Nou, ik vroeg ook om een reactie. Wat nou het grootste dilemma is van die 6 kilometer? Want dat begrijp ik nog niet zo helemaal. Nog steeds niet? Nee. Dat heb ik toch gezegd, of weet u het nog niet? Nou, laten we even. Hij vraagt gewoon keurig om uitleg. Misschien kan ik het nog een keer uitleggen. Maar dat heb ik toch gedaan? Ik heb gezegd, de bestemming van dat stuk grond is anders. Dat is daar niet voor bestemd. En er ontbreekt maatschappelijke draagkracht. Okay. Dat is het. Nou goed, u zegt er ontbreekt dan maatschappelijk draagvlak. We hebben toen die inloopavonden gehad. En er waren mensen voor en er waren mensen tegen. Maar het was echt absoluut niet zo dat iedereen daar binnen tegen was. Okay. U heeft een ander beeld van de Nee, dat laatste dat is ongetwijfeld waar. Maar ja. De meerderheid, en gelooft u mij, die is tegen. Okay. Ik ga naar meneer Tampoubolon. Ik vind dat altijd zo modieus om met draagvlak, ook op een ander vlak kom je dat dadelijk weer tegen. Ik wil toch nog even teruggrijpen op die uitbreiding van het AFC, omdat ik even wil memoreren dat voor de gemeenteraadsverkiezingen de VVD-fractie op tournee was. En toen was het nog een hechte fractie waar wethouder Lepolder bij was. En die fluisterde mij toen in, of liever gezegd, die zei dat publiekelijk. Je moet er wel rekening mee houden dat in de volgende coalitieperiode er gepraat gaat worden over de uitbreiding van het AFC. Dus daar wil ik het even bij laten. Mij is nog steeds niet duidelijk geworden, het standpunt van de WOBD, van die locatie is niet geschikt. Los van allerlei juridische regels over bestemmingsplannen. Er is gestreden met, het is een A-locatie. Nou, ik heb dat in de raadsvergadering al een keer weerlegd door dat 6 keer een A-locatie te noemen. Ik zal het hier niet doen om toevallig het podium te willen pakken. Maar wat is er nou mis met die locatie? Dat er allerlei andere bezwaren zijn van misschien mogelijke overlast, verkeersdrukte, geen toezicht. Die bezwaren kun je allemaal wegnemen. Maar wie stelt u die vraag? Maar wat is er nou aan deze groep? Maak nou eens echt duidelijk, los van het feit of je dan zegt, ja, maar er is geen draagvlak voor. Waarom is die locatie niet geschikt? Okay. Nou, dat is me nog steeds niet duidelijk. De locatie is ongeschikt. Kijk, u bent een voorzitter van de dorpsraad.
En ik herinner me, en dat weet u ongetwijfeld ook, dat u in deze zaal een vergelijk hebt gemaakt van, ik had gezegd het is een AAA-locatie. En daar reageerde u op van, ja, er zit op de hoek zit een afvalverwerking, dan ambulanceposten, zo ging u door. Dat is een minachting voor de inwoners van Dinteloord, want die zegt in feite, die locatie is een afvoerputje. Ik vind dat zeer kwaad. Nee, dat vind ik licht, naar het verleden. Dat vind ik de stemming even, van die. Nee, maar dit vind ik lichtelijk over de top. Ja. Ik heb nooit gezegd. Dat is de zevende A die door meneer Van der Bergen er toe wordt gevoegd. Ik heb er zes genoemd en dat afvalputje heb ik nooit genoemd. Ik ga even terug naar de vraag die u heeft gesteld, los van dat u refereert aan wat toen is gezegd. Waarom is die locatie nu niet geschikt? Dat is eigenlijk de feitelijke vraag. De bestemming van die grond is recreatie, sport en recreatie. Mm-hmm. Die is destijds door de gemeente aangekocht. Hoe beide voetbalvelden zijn herenigd op één locatie. Ja. Is extra grond gekocht voor een eventuele uitbreiding. En toen was er nog een plan zelfs. Dat er op de huidige ijsbaan gebouwd zou worden. En dan kun je uitbreiden. Wie weet is dat nu wel een locatie op termijn waar zelfs woningbouw kan plaatsvinden. Reguliere woningbouw. Mm-hmm. Okay. En het tweede is het draagvlak bij de inwoners van Dinteloord. En u kent dat helaas niet, maar wij kennen dat wel. Maar daar kan misschien over een inzicht over ontstaan. Ja, uiteraard. Ik wil nog eventjes aangeven dat er ten zuiden van de Noordlangeweg geen uitbreiding komt van het AFC. En wel hierom. Toen het AFC geaccordeerd werd met de provincie, toen heeft de gemeente Haldenbergen, die heeft gezegd, wij gaan akkoord onder één voorwaarde, onder geen enkel beding uitbreiding ten zuiden van de Noordlangeweg. In 2012 zijn er initiatieven geweest van deze gemeenteraad, althans van de toenmalige gemeenteraad, om zeg maar die uitbreiding te realiseren. En het college van BMW van Haldenbergen heeft daarop meteen een brief gestuurd naar de provincie en die hebben nog eventjes gememoreerd aan dat standpunt wat ze hebben verkondigd, waar ik net naar verwees. Ik heb recent, toen het ging over de lichtemissie in het glastuinbouwgebied, heb ik persoonlijk gesproken met meneer Janmaat. En toen kwam dat ook ter sprake. En meneer Janmaat vertelde mij, en ik wil nog preciezer zeggen, het ging toen, ik informeerde toen naar het gebiedje wat oorspronkelijk in het zoekgebied lag van het AFC. Hè? Dus zeg maar, er was een blok links en rechts van de Derrykreek ten zuiden van de Noordlangeweg. En ik vroeg zo van, is dat nog vrij? Nee, zei meneer Janmaat, het project is afgesloten en dat stukje is alweer verkocht aan een agrariër. Dat zijn de feiten waarover wij beschikken. En als het anders is, dan hoor ik dat graag. Oké. Ik kijk even naar de tijd en ik weet dat wij nog pakweg volgens het officiële programma 5 minuten hebben voordat we gaan pauzeren. En we ook even vlak voor de pauze nog de vragen inzamelen van de raadsleden die zij hebben. Zijn er mensen die zeggen, nou ik wil nog echt een belangrijke bijdrage leveren voordat de raadsleden zo dadelijk hun vragen gaan stellen? Schriftelijk, ja. Ja. ...genoten naar voren hebben gebracht. Mm-hmm. Om te beginnen, de mevrouw van Good Morning. Wij zijn geweest onder andere bij het bedrijf Red Star. En wat mij daar opviel is dat de witte met groen en oranje autootjes daar ontbraken. En we hebben gevraagd, hoe komt dat? Waarbij de betreffende persoon opmerkte, wij gaan niet dure autootjes aanschaffen, althans dat betalen, om die mensen een paar kilometer naar het werk te laten komen. Dan staan die autootjes de hele dag daar. Mm-hmm. En dan worden ze niet gebruikt. Dat zult u zo meteen kunnen onderschrijven. Dat is nummer 1. Dan over het wegstoppen van de mensen. U sprak over het wegstoppen in de polder. En dat geldt ook voor meneer Van Flex. Wij hebben die afstand eens gemeten. Als je gaat naar de oorspronkelijk voorziene locatie en nu ook ideale locatie weer, dan praat je over 2,1 kilometer. En dat is dus de eerste rotonde waar de voorziene locatie ligt. En dat is niet wegstoppen in de polder. Die mensen zitten dus op loop op fietsafstand van het dorp. Dat is nummer 1. Dus dat wegstoppen is niet aan de orde. Alleen je hebt daar de potentie om daar veel meer mensen die er zijn en komen onder te brengen. Dan even terug naar de vertegenwoordiger, meneer Tampo Bonon.
van de dorpsraad. Stel dat aan de zuidkant van de Noordverbrede Noordlangeweg gebouwd zou worden, wat wij ernstig betwijfelen, dan heb je nog meer ruimte nodig om mensen onder te brengen. Dus het is geen argument om daar niet naartoe te gaan. Dat argument hebben we omdat er dringend behoefte aan is op loopbare, fietsbare afstand. En mocht dat dreigende argument bewaarheid worden, heb je alleen maar meer mogelijkheid nodig om te bouwen. En dan niet overal op verschillende plekjes rond het dorp. Nee, dan moet je één centrale locatie bepalen die voor de hand is. En dan kun je mooie accommodaties bouwen, zoals ik al eerder heb gememoreerd, in Vendraai. Dank u wel. Okay. Ik was bezig vandaag met mijn laatste ronde. Dank u wel, meneer Wisser. Ja, kijk, voor ons maakt het niet zoveel uit. Hè. Wegstoppen in de polder, dat noemde ik, zeg maar, van dan zet je ze ergens achter de Suikerunie, bij wijze van spreken. Wij willen graag loopafstand, fietsafstand tot dorp en tot het werk. Dus locatie is voor ons in overleg met het dorp natuurlijk. Kijk, en uiteindelijk hebben we die bedden nodig. En we zullen niet... Kijk, in het Westland komen we structureel 4.000 tot 5.000 bedden tekort. Daar zeggen de omliggende gemeentes van ja, nu zijn we het wel een klein beetje beu. We hebben ook onze eigen huizennood. Dus jongens, Westland, ga eens even huisvesten. Nou, ik geloof niet dat de gemeente Westland te blijven wordt als ik 5.000 bedden ga kopen in het Westland. Wat dat betekent dat 5.000 jongeren uit het Westland worden verdreven, bij wijze van spreken. Of 5.000 mensen die een bed zoeken. Dus die grootschalige, en waarom zei ik een getal van 200 of meer? Dat is als je een grootschalige, zoals we nu in de Agriport realiseren met 330 bedden, dan kan je daar continu beheer op zetten. En kan je continu ervoor zorgen dat het goed loopt, dat het rijlt en zeilt. En als er dan een keer een klacht is, dat het ook adequaat wordt opgepakt. Kijk, uiteindelijk, het zijn heel veel mensen op één locatie. Ik woon zelf in het centrum van Delft, vlakbij een studentencomplex, zeg maar. Ja, daar heb je wel eens een keer overlast van. Die mensen vieren wel eens een keer een feestje. Ja, dat kan een keer gebeuren. Maar ja, als we niet kunnen, dan moeten we wel adequaat samen met bewoners worden ingegrepen kunnen worden. Daarom de grootschalige huisvesting waar wij voorstander van zijn. Oké. Okay. Stadsraad. Als ik het zo hoor vanavond, dan kan je veel beter in een grootschalig gebouw zitten als dat je in de particuliere sector zit. Want in de particuliere zitten er 8 in een 3-kamerwoning. De huizen worden niet onderhouden. Ja. En ze integreren ook niet. En als ik dan hoor dat je een 2-persoonskamertje hebt, dan denk ik dat je veel beter in een grootschalig gebouw kan zitten. Ja. À la Stella Maris of zo. En dan moeten jullie het ook maar eens een beetje met elkaar eens worden. Want volgens mij hebben jullie alleen maar ruzie met elkaar. Ik geloof dat ik naar een plaatselijk gevecht zit te luisteren. Of meer draagvlak, ja. Onderling. De raad heeft daar ook zo'n beeld van. Die gaat gewoon vragen stellen. Ja. Zit tot jou. Ik heb heel veel gehoord over Dinteloord en de omgeving, AFC. Alleen, ik heb een paar dingen niet gehoord en die wil ik de raad nog wel even meegeven. Kleinschalige huisvesting. Er zijn ook een groot aantal ondernemers die minder mensen op een bedrijf hebben aan het werk. Die ze ook graag goed willen huisvesten. Of op bedrijf, of in het centrum. Ja. Daar zijn denk ik hele goede afspraken onderling over te maken. Stadsraad die zei het er net ook al. Ik denk naar ZLTO dat wij er hetzelfde in staan. Dat we er samen in heel aan het uit moeten kunnen komen. Alleen, aangezien een groot gedeelte van het programma net over het AFC en over Dinteloord ging, denk ik dat ik het toch nog even genoemd wil hebben, dat het zeker zo belangrijk is om ook goed naar de kleinschalige huisvesting te kijken. De arbeidsmigranten die hier naartoe komen, die kiezen voor kwalitatief goede huisvesting. Als het huisvesting is die minder goed is en dat ze elders betere huisvesting kunnen krijgen, dan verlaten ze ons en dan gaan ze gewoon naar andere plaatsen toe. Dat is bedrijfseconomisch voor Steenbergen niet goed, voor de ondernemers is het niet goed en uiteindelijk voor de inwoners is dat ook niet goed. Dus ja, kwalitatief goede huisvesting, maar ook kleinschalig juist, dat niet vergeten. Zijn er hier nog zaken die moeten worden meegenomen? Oké. Ja, ik geloof ook een kwalitatief goede huisvesting, duurzame huisvesting. En het hoeft niet per se grootschalig te zijn, maar grootschalig kan bijdragen aan. Ja. En we hebben van marktpartij begrepen dat grootschalig huisvesting ook vaak heel goed beheersbaar is. Daar kun je je wel tegenoverstellen aan kwaliteit, ook aan leefbaarheid. Dus dat kan goed geregeld worden. Maar ook kleinschalige huisvesting, middelgrootte van 40 of 60, kan soms heel erg passen bij de oplossing of de werkgever die daarom vraagt. Dus er is niet één oplossing, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Okay. En dat verlicht ook de druk op de reguliere woningmarkt.
We gaan meer in oplossingen denken. Dat is de bedoeling, ja? Namelijk? Wij waren van de winter in Dinteloord en wij kwamen daar bij een huishoudelijke artikelenwinkel. En die mevrouw sprak haar zorgen uit. Wij kwamen Roemeense mensen tegen en die moesten een bestekbak kopen. Ik zeg tegen die mevrouw, dat is toch erg. Die mensen komen hier om te werken en die moeten dan nog een bestekbak kopen. Toen zei ze, weet je waar ik me ongerust over ben? Zegt, er komen hier mensen en die komen hier brandgel kopen. Die komen kaarsen kopen, die komen tafelhaartjes kopen. En dan vraagt zij van, waarom kopen jullie dat allemaal? Mevrouw, dat is om ons warm te houden, want wij kunnen het niet warm stoken. Nou, vind je dat niet schandalig? Ik vind het mensonterend. Dank u wel. Het is 9:15. Beste raadsleden, ik heb een verzoek aan u. U heeft misschien veel vragen over kleinschalig, over grootschalig. Het verzoek is dat u die even opschrijft. En dan kunnen we ze ook mooi categoriseren. En dan kunnen we vrij stelselmatig die vragen ook stellen aan de aanwezigen. Dus als u, voordat u de zaal uitgaat, mij die vragen geeft, dan kunnen we dat goed organiseren. De rest mag alvast pauzeren. Dus de raadsleden, laat ik nog even hier. Ik zie u om... Nou, pakweg 9:05, 9:10 hier terug. En van de raadsleden krijg ik graag de vragen. Kijk eens aan. U hebt ze al. Heel mooi. U heeft toch. Dankjewel. We gaan stilstaan even bij de vragen. We weten ook, en dat is u beloofd als gasten voor de beeldvorming vanavond in deze vergadering, dat u ook nog een keertje aan het eind allemaal per gremium, zeg maar, per organisatie, het woord krijgt. Nog een keer. Dan zou ik nog heel kort iets zeggen hoe het proces verder gaat. Maar de eerste zet die we gaan doen is van ja, raadsleden hebben vragen gesteld. Ze hebben heel goed geluisterd naar jullie. Want ze hebben 54 vragen gesteld. Nou, kijk even naar de tijd. En u weet van, oeh, dat wordt erg ingewikkeld. Ook als u nog antwoord wil geven. We hebben het als volgt opgelost. Die vragen die doen ertoe, uiteraard. Het zijn vragen van de raad die zegt, ja, wij willen een beeld voor, wij moeten beleid maken en we willen antwoorden hebben. Al deze vragen zullen op schrift worden gesteld door de Griffie. En die zult u, naar gelang ze ook gericht zijn aan de verschillende mensen hier, en ook aan jullie trouwens, zult u die krijgen en kunnen beantwoorden. Nee, dan kunt u er ook even daar goed voor gaan zitten. Dat is één. Dus de beeldvorming stopt niet na vanavond. Dat is ook heel prettig voor de raad, je wil nog wat langer nadenken. We gaan ook niet nu halfslachtig zeggen van ja, nou zullen we dan kijken hoe ver we komen. Dat is niet zo eerlijk. Dus die vragen gaan naar de Griffie. Maar ik wil wel, en misschien werkt het een beetje per fractie, om te zeggen nou, je kunt elkaar ook aanvullen. Want het is beeldvorming voor de hele raad. Dus je kunt een vraag stellen die ook voor anderen misschien relevant is. Toch die interactie met de gasten vanavond wel doen. U hebt erover nagedacht. En misschien is dat de beste manier om wel ook een begin te maken met de vraag in de wetenschap dat u als raad antwoord krijgt. Zelf schriftelijk en goed over nagedacht. Mag ik ze aan een griffje geven? Bij deze. 54 vragen. Huiswerk. Ja. Bij wie mag ik beginnen? Die zegt ja. Gewoon lokaal. Mooi. Dank u wel. Ten eerste vond ik die eerste ja, een goede uiteenzetting van alle partijen zoals die hier aanwezig zijn over de visie die ze daarin geven. Ik denk dat het inderdaad, ik ben blij dat als politiek dat we dit duidelijk op de agenda hebben gezet. Waarom? Het is iets wat natuurlijk in het verleden al heeft gespeeld, maar in de toekomst nog sterker spelen. De roep voor arbeidsmigranten uit waar ook in de wereld zal alleen maar stijgen. En daar moeten we een goede plaats vinden. Hoe gaan we dat als Nederland oplossen? Dat de werkgevers voldoende arbeidskracht hebben? Maar goed, nu op de vraag. Ja. Oké, nou ja, als dan een vraag mag gaan stellen, dan... Ja. Een vraag die mij opviel, die, of in ieder geval die de leefbaarheidsgroep heeft gesteld. Ja. Ze geven aan, wij willen eigenlijk als Dinteloord meer huisvesting voor de Steenbergenaren. Maar goed, daar hoorde ik ook tussen, daar is ook plaats voor die EU-migranten. Dus voor de long stay. Is het inderdaad zo dat er vanuit jullie zeg maar gezocht wordt naar die combinatie, dus woningbouw, waarbij plaats is voor EU-migranten en voor de Steenbergers? Of Steenbergenaren? Of wordt het anders zien? Want dat hoorde ik een beetje uit jullie verhaal. Okay. Dus dat was eigenlijk een vraag. Ja, meneer Van den Berg. Ja, u vraagt feitelijk is de werkgroep voor of tegen meer woningbouw in de kern Dinteloord? Het antwoord is dat we daarop voor zijn. Als u vraagt van moet er een prioriteit genietend
Onderdeel zijn, het zij van de lokale, het zij van de alleenstaande moeders, het zij van de arbeidsmigranten, zeggen wij nee. Er moet geen voorrangsregeling zijn, dat absoluut niet. Okay. Als u zegt, waar baseer je dat op? Dan kom ik even terug op wat meneer Mona heeft gezegd. Het bekende mandje van Steenbergen. Daar is, dankzij de provincie, je kijkt naar de overkant, niets van terechtgekomen. We hebben geen ontsluiting, we hebben geen woning gekregen. En we hebben ook niet de belofte toegedicht gekregen dat de kassen niet meer zichtbaar zouden zijn vanaf de weg. Okay. Er is geen groen geplant. Okay. Is uw vraag dus het antwoord is ja. Wij willen graag woningen. Ja, voorbij. Voor beide groepen. Voor alle groepen. Alle groepen, ja. Oké, okay. Volgende vraag. D66. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een vraag, denk ik meer aan de uitzendbranche. We hebben de hele avond over arbeidsmigranten binnen de agrarische sector. Ja. Maar ik neem aan dat ze ook in andere sectoren gewild zijn. Ik noem zorg, ja, of ik noem de bouw. Hebben jullie daar zicht of heeft iemand zicht, ja, op? Van, joh, hoe verhoudt zich dat tot arbeidsmigranten in de agrarische sector? Zien jullie daar dat ook buiten de agrarische sector dat die markt groeit waar ze nodig zijn? Of, en in welke sectoren nog? Ja. Waar zijn allemaal arbeidsmigranten nodig buiten de agrarische sector? Wij hebben geen mensen in de zorg zitten of in de bouw zitten. Bij ons is het agrarische sector, glastuinbouw. Maar ook veel in- en ontpak, vlees, vis, dus voedingindustrie. En ja, de fruitverpakkingsbedrijven bijvoorbeeld. Maar weet je ook wel in die andere sectoren arbeidsmigranten? Ik weet dat in de zorg een groot tekort is aan. En dat er wel bedrijven zijn die zich specialiseren op arbeidsmigranten hierheen halen om zich om te laten scholen. Kijk, dat is even denk ik de informatie die u zocht. Oké, niets aan toe te voegen? Nee. Ja, meneer Lammers. Dank u, voorzitter. De fractie van Volksparty heeft 6 vragen, maar ik zal beperken tot 1 vraag voorlopig. En dat is een vraag aan de heer Van der Heijden, ja, van Legitiem. Mm-hmm. Ik begrijp dat er 1200 arbeidsmigranten WOTS in de NEM geregistreerd zouden zijn. Maar ons bereiken ook berichten dat de controles, de handhavingscontroles, in de eerste plaats vrijwel uitsluitend plaatsvinden tijdens kantooruren, tussen 8 uur en 6 uur, 7 uur. En dat, als het niet helemaal duidelijk is, bij de werkgever wordt geïnformeerd waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Wij weten dat op de bedrijventerreinen, industrieterreinen Renierpolder, loodsen zijn waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. En wij weten ook dat daar niet wordt gecontroleerd. Bent u ook bereid om 's avonds gedurende de uren tussen bijvoorbeeld 7 uur en 11 uur te gaan controleren? En dan op plekken waar u meldmensen kunt verwachten, maar die niet aangemeld worden bij u? Ja. Of u even wil controleren? Ja. Uiteraard doen wij dat. Wij zijn een bedrijf wat inventariseert en controleert, dus ook op tijdstippen. Waarin iedereen in bed ligt. Zo ook in dit onderzoek. We hebben bijvoorbeeld op Park aan het Veer hebben we gecombineerd in 2 controles waar we sowieso al 3 keer per jaar komen. En dat is op zaterdag en op zondag gebeurd. U moet zich voorstellen dat een controle bij een bedrijf, dat kun je gewoon vriendelijk overdag doen. Daar zijn mensen werkzaam en daar staat iemand, staat je te woord. Alleen bij woningen waar arbeidsmigranten verblijven, ja, die komen pas 's avonds laat thuis. Dus ja, daar wordt dus ook 's avonds laat gecontroleerd. Om even terug te komen op uw vraag over ergens in een loods arbeidsmigranten. Wij kunnen controleren, visueel waarneembaar, vanaf de weg. Wij zetten niet heel de gemeente op zijn kop. Dan zou het ook een heel kostbaar verhaal komen. Maar gedurende de structurele controles die hierop gaan volgen, ja, dat is een spin in het web verhaal. En dat wordt steeds dichter. Dus je zult op een gegeven moment ook alle informatie van alle betrokken partijen nodig hebben. Hoe dat het zit met de omvang en hoe dat het zit op welke tijden we gaan controleren. U moet zich voorstellen dat het niet altijd even prettig is om 's avonds om 10 uur of 11 uur nog overal aan te bellen. Bovendien is het zo dat arbeidsmigranten over het algemeen ook niet open doen. Eigenlijk al direct na etenstijd. Oké. Daarmee heeft u een deel van de antwoord. Ja, dit is echt onvoldoende, dit antwoord. Okay. Voorspelbaar. Meneer, ik zal u vertellen, ik heb mijn basisopleiding genoten bij de politie. Ja, u mag uw vraag stellen. Ik zal u zeggen, niemand doet graag de deur open 's avonds om 9 uur. Maar als je controleur bent en je kunt vermoeden dat er op enige locatie illegaal wordt gewoond, dan pakt u toch gewoon door, mijn kopen. Dat hebben we gedaan. Wij vragen ons echt af voor 1200. Een beetje bij uw boekje, het is een beeld voor een vergadering dat u daar opvatting over heeft. Nee, de vraag is, de concrete vraag, of die 1200 inderdaad een correct getal is. Ja. Dat is een correct getal. Oké, daar moet ik weten. Ik zie alle twee, maar ik zag eerst een vinger van de PvdA. Ja.
Ja, inderdaad. Eerst een algemene opmerking. Ik merk dat het vanavond wel grotendeels over Dinteloord gaat. En dat begrijp ik wel, gezien de nabijheid van het project. Binnenkort verwachten we daar meer informatie over. Ik wil toch eventjes de rest van de vergadering, of de hele vergadering, daaraan herinneren dat hier over algemeen steenbergsbeleid praten. Dinteloord hebben we zeker aandacht voor, was het toch pas nog op werkbezoek. Maar goed, dat even gezegd hebbende, het lijkt me mooi om de vragen die zijn gesteld, 54 vragen, niet alleen maar naar de partijen te sturen die hier om tafel zitten, maar ook naar andere betrokken partijen. Bijvoorbeeld de dorpsraad daar is toevallig een keer afwezig, maar ik hoor achter mij dat er nog een bedrijf is. Er zijn andere huisvesters die actief zijn in deze gemeente. Laten we ook hen een stem geven, dat we de beeldvorming inderdaad na vanavond zo uitgebreid mogelijk door laten gaan. Dus dat is even een procesmatig voorstel. Verder dank alle voor zover tot voor de inbreng. Dan een vraag. We hebben ook een paar vragen gesteld, maar het lijkt me goed voor vanavond om één vraag concreet naar voren te brengen. Het gaat over het sociale leven, de maatschappelijke participatie. Dat is een vraag die we aan alle partijen wilden stellen. Hoe ziet u de maatschappelijke participatie van shortstayers voor u? Het sociale leven van mensen die maar kort in onze gemeente verblijven. Eventueel kort in Nederland, maar mogelijk alleen maar kort in Steenbergen. Hopelijk is de vraag duidelijk, anders verduidelijk ik hem graag. Ja, het is geen NIPO-peiling dat u zegt, ik ga even lang. Maar laten we kijken welke partijen daar misschien echt wel een visie op hebben. Die zegt, die maatschappelijke participatie van die shortstayers, daar heb ik het volgende beeld bij. Wie zegt? Ja, meneer De Boer. We moeten beginnen met aan de shortstayers te vragen of ze daar behoefte aan hebben. En daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ten aanzien van shortstayers. Oké, in aanvulling hierop. De shortstayers, en dan vooral mensen die niet langer dan een half jaar bij mij verblijven, die komen hoofdzakelijk om zoveel mogelijk geld te verdienen in een korte periode. En die gaan wel vissen, als ze vissen, Polen vissen veel. En naar de fitness, dat soort dingen. Ja. Maar echt bij een vereniging, ik denk dat het kansloos is voor die shortstayers. Ook de maatschappelijke participatie is shortstay. Ja. Ja. Nog andere aanvullingen? Ja, ik denk dat die vrij beperkt is. Shortstayers, inderdaad, wat mijn buurman zegt, die komen hier om hard te werken, om geld te verdienen. Ja. En die willen daarnaast rust en privacy en internet. Dat soort basisvoorzieningen willen ze graag. Dat is het beeld wat u heeft van de ja. Ik zie twee vingers. Ja, u mag weer, en als er twee anderen geweest zijn. Eerst de VVD, want gewoon lokaal is al constructief. Ja, dank u wel. Ik had eigenlijk, ik hoor natuurlijk een beetje het verhaal een beetje over scheefgroei eigenlijk. Van er zouden hier meer mensen wonen als dat er werken. Dus ik kijk nog even naar links, eigenlijk naar de branche, vertegenwoordiger van de brancheorganisaties. Ik kijk even naar de glastuinbouw, daar kreeg ik een paar cijfers van. U zegt van 1000 tot 1000 werknemers. De overkant zie ik 400 werknemers. De heer Visser die zou misschien iets kunnen vertellen hoeveel dat er voor de rest nog werk zou zijn in heel die land- en tuinbouw. Dus dan komt ook het bedrijf van de heer Goossen in beeld, want ik denk, naar mijn idee, is er geen scheefgroei. Wat is uw vraag? Ja, dus ik zou even wat concrete cijfers eigenlijk willen. Van hoeveel mensen wonen er nu? Wonen er hier en werken er hier? Want straks werd eigenlijk een beetje gesuggereerd dat er scheefgroei zou zijn. Ja. Ja, in Nieuw-Prinsenland hebben we op dit moment ongeveer 430 mensen aan het werk, zeg maar, dus uitzendkrachten. En die zijn grotendeels niet gehuisvest in de gemeente Steenbergen. Er zijn mensen die komen uit Waalwijk, er zijn mensen die komen uit Westland, er zijn mensen die komen uit Putten. Dus die komen met hun autootje elke dag half uur tot een uur hier naartoe getuft om hier te komen werken. En die zouden graag hier een bed willen hebben. Ja. Wat ik het plaatje heb geschetst is dat we op dit moment ongeveer 400 mensen hebben. Maar als we toegroeien naar het aantal hectares wat we kwijt kunnen op Nieuw-Prinsenland, dan zitten we ongeveer aan 202 hectare. En dan zou het kunnen zijn als we ongeveer met 5 mensen per hectare rekenen in de piek van de arbeid, dat we dan 1000 mensen aan het werk hebben. Uitzendkrachten, arbeidsmigranten, medewerkers. Voor alle werkzaamheden in al die kassen, zeg maar. Dat kan verschillend zijn. Als er wat minder werk is bij een aantal bedrijven, dan zak je al snel naar 4 mensen per hectare. Dan zit je aan 800 mensen. Maar zijn er wat bedrijven die wat arbeidsintensiever worden door andere teelten of door andere soorten tomaten, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je naar 1200 stijgt. Dus, okay, voor mij was het de zaak om vanavond een helder beeld te schetsen wat er in Nieuw-Prinsenland
eventueel aan het werk is in 2028, 2029. Want daar praat ik nu over, hè? Je wilt daar niet over vandaag, hè? Ja, want ik wil ook graag aan de heer Visser vragen, dan, want hij is de vertegenwoordiger van de ZLTO natuurlijk. Wat er voor de rest, want we hebben niet alleen glastuinbouw, we hebben natuurlijk ook fruit, zacht fruit. We hebben een heel hoop agrarische bedrijven, dus een heel hoop agrarische activiteit. Dus we praten alleen denk ik over 1400 mensen in de glastuinbouw in, na 2025 toe. Maar de rest van de land- en tuinbouw dan? De aanvulling nog van ZLTO? Ja, daar kan ik een aanvulling op geven. Kijken we het hele jaar rond of kijken we naar de pieken? Als we naar het hele jaar rond kijken, dan zullen we om en bij de 1000 man zitten. Maar kijk je echt naar de pieken, naar de uitschieters, de seizoenen dat het werk gebeurt, de korte periodes, dan kan dat rustig naar 3000, 4000 man groeien. Oké, okay. En u zegt eigenlijk, hou daar rekening mee. Ja. Ja, oké. Okay. CDA, en dan komt u. Ja. Ja, dank u wel. Ik heb even een vraag aan de leefbaarheidsgroep. Want we hadden het net over het plan wat er lag voor de woningen aan de rand van Dinteloord. Waarvan u zegt, van nou, pak het hele plan op en zet het neer op het AFC. Nou is mijn vraag aan u, hoe kunnen de winkeliers in Dinteloord profiteren van de toename van zoveel mensen? Ja, dat is in de toekomst kijken. Uw eerste opmerking is, pak het op en zet het op het AFC. Het is over de Noord-Langeweg, bij de eerste rotonde, daar. En dan kan het plan daar komen. En is er zelfs in de toekomst, mocht dat noodzakelijk zijn, en als er geen Nederlanders te vinden zijn op de arbeidsmarkt die ook dat werk willen doen, dat weet ik niet, daar heeft niemand het over gehad, maar dan zou het daar komen. Als je zegt van de winkeliers, dan kijk ik naar een supermarkt in Roosendaal. Er is ook een Poolse supermarkt in Steenbergen. Als de mensen boodschappen willen doen in Dinteloord, dan neem ik aan dat de winkeliers daar zeggen, kom alsjeblieft, is prima. Dat doen ze nu trouwens ook al. Ik kom niet zo vaak in de winkels, maar als ik er ben, dan lopen er ook mensen hier in de kassen. Althans, dat veronderstel ik. Maar hoeveel er in de toekomst daar zullen gaan winkelen, ik heb er geen idee. Misschien dat u dat beter weet dan ik. Oké. Tot zover. Dat ik het niet weet, dat is ding wat zeker is. Dat is ook de reden van mijn vraag. Ten tweede, ik kom natuurlijk niet van Dinteloord, maar ik zie bij ons op Nieuw-Vossenmeer. Heb ik het park aan de Veer. En als ik zie wat de lokale spark profiteert van de mensen die daar hun boodschappen halen, dat is gigantisch. Oké, okay. Maar dat is een opvatting. Maar goed dat u het nog even misschien toevoegt. Mevrouw Abres, sorry. Ja. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de Stadsraad Steenbergen en eigenlijk ook in het bijzonder aan het echtpaar Prins, wat op dit moment de vertegenwoordiging van de Stadsraad vormt. Mm-hmm. Ik weet dat u ook allebei ervaringsdeskundig bent wanneer het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten in de woonwijk. Zowel op uw huidige woonlocatie als waar u in het verleden woonde. U heeft ook de prettige eigenschap om niet alleen problemen te benoemen, maar ook mee te willen denken over oplossingen. Kunt u nu eens zeggen van, ziet u ook mogelijkheden voor wonen in voor de opvang van arbeidsmigranten in de woonwijk? Of heeft u zelf zoiets na al uw ervaring ook van, nou, je moet het niet willen? Oké. Okay. Ziet u mogelijkheden voor oplossingen in de woonwijk? Dank voor het compliment. Ik denk dat er zeker wel mogelijkheid is om gewoon tussen de bewoners van de gemeente arbeidsmigranten te huisvesten. Maar ja, je praat wel over een aantal spelregels als het gaat over omgangsvormen en misschien wat zaken die gemeentelijk geregistreerd of geregeld zouden moeten worden, dat dat best te doen is. Maar ik denk dat de basis van de zaak is van, ja, je moet wel kunnen communiceren met elkaar, dat er misschien een aanspreekpunt is per woning of per setje woningen, zeg maar, dat je daar in ieder geval terecht kan als er dingen spelen. Andersom, de mensen moeten ook bij ons terecht kunnen natuurlijk om met vragen, veel, ik heb een probleem, waar kan ik terecht, kunt u mij helpen? Dat vind ik net zo goed belangrijk voor die mensen. Dus die ervaring hebben wij in het verleden gehad. We hebben bij ons op het rijtje mensen gehad waar we fatsoenlijk mee konden communiceren. Die met hun vragen of hun problemen bij ons kwamen, dan konden ze adviseren. En als het een keertje te luidruchtig was of wat dan ook, dan konden we ook zeggen, joh, mag het een tandje minder. Met de mensen die we nu op het rijtje hebben is dat niet of nauwelijks mogelijk. Die spreken niet of nauwelijks Engels of wat dan ook. En als ze 's morgens de deur uitgaan, dan is de hoodie op. En ja, ik zal niet zeggen lak aan de buurt, maar communicatie is niet heel. Okay.
Ja, we gaan naar de tweede ronde, dankzij de fracties. Ik begin bij u, meneer Lammers. Ja. Ik heb een vraag aan de ondernemers, de tuinondernemers, ja. Of de ondernemers, de tuinondernemers in bijzonder en de huisvesters gezamenlijk die vraag. Bent u allemaal bereid om eventueel grootschalige huisvesting voor, laten we zeggen, tussen 160 en 240 mensen op eigen grond te realiseren? Of zijn daar bezwaren tegen? Ja, grootschalig op eigen grond. Valt erover te praten. Nou ja, mijn vrouw zegt wel eens, je bent op kantoor, want je bent er toch bijna altijd. Maar ja, opstaan en slapen gaan met je werk, ja, ik vind dat niet jaar rond, zeg maar, een heel goed idee. Dus ik heb veel liever huisvesting nabij het dorp, zeg maar, op een goede manier, grootschalig, dat is ook die 160 bedden tot meer. Niet op het bedrijf en zeker niet op glastuinbouwgrond. Helder antwoord, denk ik. Ja. Ja. Hij was eerder. Had u een antwoord op zijn vraag? Oh, dat mag. Mag wel, hè? Ja. Ja, ja, lekker wel. Heb ik een vraag aan de heer Goossen, want die wil natuurlijk op zijn bedrijf. Heeft hij plannen? We zijn met hun ook te kijken in Brabant, ergens anders, naar een grootschalige huisvesting. Heb ik een vraag, want ik hoor net van u, van de heer Wisse. Die zegt net van, we zijn geen voorstander van huisvesting bij de bedrijven. En u bent daar wel voorstander van. U wil wel huisvesting bij u op het bedrijf. En wat ziet u daar nu als voordelen voor dan? Ja, ik heb alleen shortstay werknemers, dus dat is het grote verschil, denk ik dus. Ik denk dat gewoon maatwerk is voor hem is totaal iets anders aan het worden. Ja. Helder. Ik ben eruit en hij doet weer. Toch even aan de heer Willems van het West van de Tom. Maar beschouw je het niet als uw eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid? Als u mensen aan het werk zet, dat u ook zorgt voor adequate huisvesting. Even goed is dat wij in de stad en het dorp een parkeernorm hebben. Als je een huis bouwt, moet je zo over 1,2. Wij werken heel veel met een eigen uitzendbureau, NL Jobs. We werken ook met Good Morning. En wij vragen ook van uitzendbureaus om goede huisvesting te regelen. Daarom bouwen wij in de Agriporta 7 met het uitzendbureau NL Jobs ook een locatie voor 330 bedden. En ik heb net geschetst hoe zo'n verblijfplaats eruit gaat zien. Hè, met een klein studiootje, een keukentje en twee bedden. Geschikt voor een echtpaar, bij wijze van spreken, of twee vrienden. Wij hebben toen wij in Zeeland gingen bouwen, in Rilland, zeg maar, kassen, hebben we met het uitzendbureau hebben we een oud asielzoekerscentrum opgekocht met 120 bedden. Daar was het dorp in eerste instantie ook van, nou, we hadden asielzoekers, nu krijgen we Polen. En een half jaar later was het dorp onwijs blij dat ze er zaten, zeg maar. En dat ze niet in Rilland zaten. Dus wij zorgen als uitzendbureau voor adequate huisvesting. Maar we kunnen ook huizen op gaan kopen in de dorpen. Dat is geen enkel probleem, want dat kunnen we. Daar hebben we de financiële middelen op zich wel voor. Maar daar ben ik zelf geen voorstander van. Oké. Okay. Uw vraag. Ja. Meneer Rebbeli. Dank u wel. Ja, het gaat vanavond grotendeels over de huisvesting, maar het is al een paar keer vernoemd. Ja. Kijk, er wordt op een gegeven moment over communicatie naar elkaar wordt er genoemd. Er wordt op een gegeven moment de cohesie in het dorp, gelegenheid tot integratie. Ik vind dat wel, ik weet niet wie het hier kan beantwoorden, maar ik vind dat wel een belangrijk punt dat we daar ook stevig niet alleen die huisvesting, maar hoe gaan we met dat soort problemen om, hè? Ja. Dus inderdaad, een hele straat wordt opgekocht, daar zitten fricties. Hoe gaan we dat concreet oplossen? Hoe gaan we de diversiteit, hoe gaan we dat op een gegeven moment verdelen? Want dat punt vind ik wel onderbelicht hier. Want er zijn heel veel concrete punten die gewoon op basis van communicatie misschien heel makkelijk op te lossen zijn, maar wat tot heden nog niet wordt gedaan. Ja, u zegt, hoe gaan we die sociale cohesie in de straat? Of dorp, of wat dan ook. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is de meer begrip. Ja. Nou, ik heb daar al een idee over. Dat is wat ik eerder noemde en wat eigenlijk ook elders aan de tafel genoemd werd. Het convenant. Maak gezamenlijk met alle betrokken partijen, maak de spelregels en ga daarop acteren. En even terugkomend op de vraag van mevrouw Bressen net, van ja, als je praat over huisvesting in woningen, gewoon in de wijk, ja, dan ligt uiteraard de voorkeur gewoon bij stelletjes of jonge gezinnen, lekker zo zeggen. Alleen maar vrijgezelle mannen. Maar met elkaar rond tafel zitten en kijken welke afspraken je gaat maken. Dat hoor ik u daarbij herhalen. Zijn daar nog aanvullingen op? Dat er ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid is van de makelaars. Die de huizen dus verkopen. Ja. Ik vind dat die ook een maatschappelijke verantwoording hebben. Ja? Ja, en die zeggen dan, ja, maar ik heb toch vrije keuze en de markt en dergelijke. En dan zegt u,
Ik vind dat een makelaar het niet kan maken. Of misschien denkt hij van, nou, ik verkoop het wel aan een partij die er een zootje Polen in zet. Want dan kan ik nog meer huisjes gaan verkopen. Ja. Want de mensen die er nu wonen, die willen weg. Okay, dus die makelaar als je overspoeld wordt door arbeidsmigranten in je wijk of in je straat. Ja. U zegt, snap u wat ik bedoel? Nou ja, het gaat er vooral om dat de raad hier een goed beeld heeft. Ja, snap. Ja. En die knikken. Ja. Dus de makelaar moet ook wat convenant tekenen. Ja. Nou, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, oh, ja. Ja. Ik zie een probleem. U ziet een probleem. Van de sociale gebondenheid zie ik eigenlijk niet zo. Want? Als je ghetto's gaat vormen, krijg je dat probleem wel. Dat wordt een eenzijdig maatschappelijk situatie. Maar als je ervoor zorgt dat de mensen die hier langdurig blijven en dus ook een woning krijgen, dan mengen die zich automatisch. Nee, dat gaat via de kinderen, die gaan de speeltuin, die gaan naar school. Dat is een automatisch proces. En handhaving klinkt heel mooi, maar je kunt de mensen niet dwingen om sociaal met de buren om te gaan. Dus als dat een natuurlijke weg volgt, zoals alle mensen die hier naartoe gekomen zijn van elders met een andere achtergrond, dan wordt dat automatisch opgelost. Dan wil ik nog even naar. Maar de voorwaarde is dat ze langer wonen. Hè? Ja. Ja, maar wij gaan toch geen woningen in gewone gebieden ter beschikking stellen voor longstay. Ik ben ook blij met de opmerking van meneer Wissen. Nee, dat is de eis die u stelt. Niet, ja, maar nog even naar meneer Weerdenburg. Want die maakt zich zorgen over de middenstand. Maar weet u, de middenstand kan profiteren als gevolg van dat er mensen komen wonen. Maar bent u wel eens op Stellenmaris geweest? Nou, ik zal u verrassen. Ik ben 2 weken geleden, wil ik toch eens weten hoe het was. Ik ben daar gaan eten met mevrouw. En ik heb een mooie strategische plaats gezocht. En ik zie de mensen die daar wonen, die zie je komen met 2 soorten boodschappentassen. Niet van 5 verschillende. Namelijk de supermarkten die er dichtbij liggen. En dan weet je al welke dat zijn. Dat is de Jumbo. En hoe heet die andere? Ben ik even kwijt. De Lidl? Nee, niet de Lidl en de Aldi. En Albert Heijn, die is ver weg. Maar heel typisch van de Jumbo. En dan denk ik, die mensen die gaan noodzakelijke boodschapjes doen. En dat de middenstand daarvan profiteert. Maar dat moet in voorwaarde zijn om veel mensen hier te laten wonen. Dat is een leuk gevolg. Maar niet omdraaien. Oké. Okay. Een volgende vraag. Ja, zou je de microfoon kunnen uitzetten? Dank u wel. Ja, even heel technisch. Nou, wat minder technisch. Het maakt me niet zo heel veel uit wie de vraag beantwoordt. Het liefst zoveel mogelijk eigenlijk. Ik ben weer benieuwd naar een soort van visie. We hebben het over long stay, over short stay, over bij het bedrijf wonen, over in de kern wonen. Vanaf welke verblijfsduur zouden wij moeten spreken over bij een bedrijf wonen? En vanaf welke verblijfsduur zouden we moeten spreken over wonen in de kern? Oh. Dus mag je pas wonen in de kern als je een longstayer bent van 1 jaar? En moeten mensen die hier maar 3 maanden zijn per se op een bedrijf? Wat zijn de visies daarop? Want dat is wel een hele belangrijke vraag vanavond. Ja. Maar trekt u de grens voor waar je mag wonen? Ja. Daar wil ik wel wat over zeggen. Je ziet die mensen die nieuw komen. Die kennen de weg niet, kennen de taal niet. En als je dan kijkt, als er een huis is, dan gaan een aantal van die mensen in. Die weten gewoon de weg niet, zeg maar. Het mooiste is als we de nieuwkomers, om het zo maar te zeggen, grootschalig kunnen huisvesten waar beheer is. Of op de bedrijven waar toezicht is. Ik denk dat beide mogelijk moet zijn. En na 1 jaar, 1,5 jaar, weten die mensen de weg, spreken een beetje de taal, snappen hoe het hier werkt. En dan is het meer verantwoord om die in de woonkernen te plaatsen, zal het minder overlast geven dan vooral de mensen die echt nieuw in Nederland komen. Okay. En er kan wel verschil zijn, iemand die nieuw in Steenbergen komt, maar al een aantal jaar ergens anders gewoond heeft. Maar echte mensen die vanuit Roemenië, Polen hier nieuw komen, daar moet vooral de aandacht op zitten. Okay. Het criterium is een beetje in hoeverre weten ze al de weg. En dat bepaalt een beetje waar ze het beste kunnen wonen. Ja, zeker weten. Ja. Oké, okay, in aanvulling daarop, zijn er andere criteria? Meneer Van den Berg. Ja. Op die vraag is een heel interessante vraag. Wanneer ben je short stay, wanneer ben je middentermijn en de lange termijn?
Als iemand hier naartoe komt met het voornemen om hier te blijven, en dat kan al na 3 maanden zijn of korter, mm-hmm. en hij toont dat ook als er een gezin is. En zijn gezin komt ook hier naartoe, laat zich inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie. Dan is dat voor mij betreft iemand die ook in de rij kan aansluiten om in een reguliere woning te gaan komen. Ja. Dus anders is het als iemand komt om geld te verdienen en uren te draaien. Die zegt, ik vind het prima zo, ik ga toch weer terug. Mijn gezin blijft in Polen of waar dan ook. Dan is dan een shortstayer en dat kan best na 3 jaar nog een shortstayer zijn. Ja, dat is denk ik mooi om mee te nemen. De intentie van werknemers onderzoeken wanneer ze hier naartoe komen. Zou ik toch graag eventjes een reactie willen op het betoog van de heer Grootscholte. Van de drie heren hier links van mij. Ben ik wel even benieuwd naar. Dan vraag ik het even concreet aan die partijen. Dus wanneer shortstay, wanneer longstay, ja. Kern bij het bedrijf, et cetera. Nou, wat ik net al voor de pauze aangaf, er zijn mensen die komen hier om te werken. Die blijven wel voor langere perioden, dus wel een aantal jaar achter elkaar. Maar die hebben gewoon de intentie van hier een aantal jaar te werken en dan weer terug te gaan naar het land van herkomst. Of dat naar Polen of Bulgarije of Roemenië is. En er zijn mensen die hebben na een aantal jaar van, nou, ik vind het best wel leuk in Nederland. Ik heb hier samen met mijn vrouw ook een kindje gekregen. Wij willen doorgroeien in Nederland. En die gaan dan vaak naar een woning, maar die gaan dat dan die kloppen ook niet meer aan bij het uitzendbureau, want die gaan dat gewoon lekker zelf doen. Die kennen zelf de weg. Dat is precies wat Robert zegt. Hè, als je eenmaal de weg kent en mensen ze hebben de intentie om hier echt een langere periode te blijven, dan gaan ze vanzelf doorgroeien en dan gaan ze ook participeren in die maatschappij. Dat zien wij ook heel erg. En wij hebben ook in het Westland ook wel een aantal arbeidsmigranten of medewerkers, zeg maar, van Poolse afkomst in vaste dienst. Nou, die zijn echt niet van plan om volgende week weg te gaan. Dus die gaan gewoon het reguliere traject in. Ja, oké, okay. Je buurman. Ik sluit me eigenlijk volledig aan bij mijn buurman. De enigste extra opmerking die ik wil maken. Shortstay, longstay. Er wordt hier vaak gesteld aan tafel. Het gezin komt erbij. Ik ken ook een aantal longstayers die helemaal geen gezin bij hebben. Die hier alleen naartoe zijn gekomen als gelukszoekers, in eerste instantie als shortstayer, en uiteindelijk besluiten om hier te blijven. En op termijn ook integreren in onze samenleving. Ja. En de vraag is, hebben we daar aantallen bij? Aantallen heb ik zo niet paraat. Nee, of nog erger, ze lopen tegen een leuke jongen of meisje aan. En dan blijven ze hier ook. Juist. Nog één aanvulling? Nou, ik heb eigenlijk geen aanvulling. Okay. Wat er gezegd moest worden, is gezegd. Dat klopt. Nou, in dit kader is het misschien wel interessant om te noemen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek recent een onderzoek heeft gepubliceerd. En daaruit blijkt dat ook van de longstay arbeidsmigranten, en dan hebben we het over 6 jaar of langer, 60% toch weer terugkeert naar het land van herkomst. En dat is een onderzoek dat afgelopen 14 dagen in het nieuws is geweest. Ik kan het heer Bali toesturen als hij daar prijs op stelt. Ja, de meeste arbeidsmigranten komen uit Europa en die hebben vrije keuze van vestiging en werk. Dus ja, dus niet, het hoeft niet per se in het buitengebied. Die kunnen ook gewoon in het stedengebied hun plek zoeken. Dat is gewoon recht. Als zij langer verblijven, longstay, vinden we dat ze, nou, dan zoeken ze meestal een reguliere, zelfstandige woning. En dan zou het in het stedengebied moeten plaatsvinden. Okay. Een vraag van meneer Lammers. Ja, het onderwerp komt nu toch langs. Het was ook een vraag van ons. Heeft de provincie hier in beginsel, in principe, bezwaar tegen als huisvesting van arbeidsmigranten, shortstay, wat daarmee toe beperken, plaatsvindt niet direct in de kom of aan de rand van de kom, maar bijvoorbeeld op een bedrijventerrein nabij de werkgever? 160 tot 240 mensen, zoals bijvoorbeeld in Heemstede-Dinter? Nee, daar hebben we geen bezwaar tegen. Maar dat werkt wel op maatwerk. De ene locatie is het wel wenselijk, de andere is het niet wenselijk. Dat heeft te maken met omliggende bedrijvigheid en specifieke situatie ter plekke. Nee, maar dan aanvullend is als gemeentebestuur zou zeggen, wij kiezen voor die oplossing bij de bedrijven, zal de provincie daar in beginsel geen bezwaar tegen hebben, mits uiteraard zorgvuldig wordt gewerkt. Wij willen graag met de gemeente in gesprek voortijdig als dit soort ontwikkelingen zich voordoen. Okay. Nogmaals, het vergt om maatwerk. Dus we moeten naar de specifieke situatie kijken. Maar heeft u een antwoord op uw vraag? Ja, in zoverre, dus in beginsel is er geen definitief nee.
klopt. In beginsel is er geen definitief nee. Nee, maar daar kunnen we mee vooruit. Het gaat om vragen van de raadsleden. Of heeft u nog een aanvulling op dit onderwerp? Ja, heel goed. Het gaat over die sociale cohesie. Wij hebben altijd ook aangegeven dat enerzijds van ons, van de inwoners zelf moet komen en de toegestoken hand. Ja. Maar de vraag is inderdaad voor de longstayers tussen 1 en 6 jaar. Het feit dat iemand na 6 jaar terugkeert is voor mij niet maatgevend voor het niet een sociaal leven kunnen hebben. Nee. Maar de vraag is, in die groep, want er zit inderdaad in deze zaal geen één arbeidsmigrant, welke behoefte hebben die mensen eraan? Niet van, wilt u lid worden van een voetbalclub, ja. Maar hoe besteedt u uw vrije tijd? Is daar behoefte onder die mensen? Ik kan me niet voorstellen dat als je 6 jaar in een ander land bent, dat je dan helemaal je afsluit voor de wereld en nergens meer aan deelneemt. Maar u zegt de vraag, zorg dat je de behoefte kent. Dat is ja, vraag. Zorg ja. dat je de behoefte kent. Er zijn meer vragen voor mij, Tuber aan de beurt. Ja. Ja, dank u wel. Een risico, zoals ik er tegenaan kijk, maar ik hoor graag of het anders is. En het is ook een vraag die ik wel bewust aan de provincie, denk ik, stel. Maar iedereen mag erop inhaken natuurlijk. Bij kleinschalige opvang en huisvesting bij de bedrijven. Dan heb ik het van rond 40 personen. Wij hebben natuurlijk een enorm mooi voorbeeld daarvan. Bij de heer Goossens, die alles heel mooi en keurig geregeld heeft. Maar ik kan me voorstellen, wanneer er nieuw beleid komt, dat er daar meer ruimte voor geeft. En er een soort van wildgroei plaats gaat vinden. Dat het dan ook moeilijker wordt om hier wel handhaving en toezicht op los te laten. En dat er dan ook situaties plaats gaan vinden waar we met z'n allen niet op zitten te wachten. En ik vraag me op dit moment vooral sterk af, zijn wij daar al wel klaar voor? Ook qua beleid. En wie zijn, okay. Ik denk de provincie dat daar het best antwoord zijn we kan klaar geven. Voor uitbreiding van meer dit soort mogelijkheden? Dat is ook de vraag die wij aan de gemeente hebben gesteld. U heeft beleid, tenminste de gemeente Steenberg heeft beleid. BMW heeft vastgesteld een aantal jaren geleden. De vraag is of dat voldoende ruimte biedt voor maatwerk, maar ook actueel is bij de huidige vraagstukken. Dus we hopen met de gemeente dat die daar een slag in maakt in het actualiseren van beleid. Okay, dus de bouw ligt terug bij de gemeente. Ik zag een vraag ook van D66 volgens mij. Nee? Oké. Okay. Ja, VVD. Ik heb nog een vraag aan de heer De Bot, want de heer De Bot gaf aan dat het grootste gedeelte van zijn werknemers gehuisvest is binnen de kom. Heeft u, want er heerst natuurlijk wat angst voor huisvesting in de kom of korter tegen de kom, grootschalig. Heeft u daar ervaring mee? Hoe zijn uw ervaringen daarmee? Heeft u regelmatig overlast? Krijgt u dikwijls klachten? Moet u dikwijls als politieagent optreden? Hoe is het toezicht? Ik stel wel 5 vragen. Ja. Ja. Hebben wij regelmatig klachten? Nee. De enige wat we hier in de kern van gemeente Steenberg hebben is Kruisland. Nou, ik heb net gehoord dat ze daar weinig overlast hebben. In, het aantal mensen wat er bij mij werkt in de kom van Steenbergen, woont hier ook nog niet. Mijn bedrijf, mijn grootste klant is verhuisd van Rotterdam naar Prinsentuin. Heel veel van mijn mensen wonen gewoon nog in Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk, Roosendaal ook en Oudenbosch. En we hebben weinig problemen, gelukkig, met de huisvesting. Oké, tot zover. Ik denk dat u nog veel meer vragen hebt gesteld waar u antwoord op krijgt, maar op een ander moment. Er is ook beloofd aan alle mensen die vanavond komen dat zij nog een laatste pleidooi of appel of mededeling mogen doen waarvan ze zeggen, kijk, dat vind ik echt belangrijk. Zal ik eens bij meneer Hopmans beginnen. Zegt u van nou, gehoord hebbende wat er allemaal gezegd is, vind ik dit nog even heel belangrijk voor de beeldvorming van de raad. Nee, ik ben Joep van Baak, ik ben niet Hopmans, maar ik ben van Hopmans wonen. In principe is het zo dat we natuurlijk wel proberen om de arbeidsmigrant in een bepaald maatskostuum te drukken. Ja. En ze moeten integreren. Ik denk dat we de arbeidsmigranten eigenlijk gewoon de ruimte moeten geven om zichzelf te ontwikkelen binnen de gemeente. En die mensen werken hier 40, 50, misschien wel 60 uur per week. Die spaarzame tijd die ze hebben, willen ze graag doorbrengen met elkaar of wat dan ook. Maar niet altijd direct met het integreren. Ja. En daarnaast is het zo dat shortstay, longstay, midstay, dat is afhankelijk van de werkzaamheden die ze uitoefenen. En daar moet je gewoon in principe de selectie in maken.
Maar ik hoor je een beetje zeggen, sociale cohesie is geen gegeven. Dat is... Die kun je niet dwingen. Dat kun je niet. Dan zet je niet als mensen vijf, zes dagen per week. Ja. Oké, okay. Zet dat je op. Ja, daarbij aansluiten, sociale cohesie kan je inderdaad niet dwingen. Short stay, long stay, middle stay, maakt niet uit, die sociale cohesie. Bij de ene persoon komt het wel, bij de andere persoon komt het niet. Zoals wij hier met z'n allen zitten, is dat precies hetzelfde. De een die integreert veel makkelijker in een wijk, als dat de ander integreert. Dat zullen we altijd blijven houden. Maar ik hoorde net een stukje over beleid van mevrouw Abres. Wat ik de raad wil meegeven, kom snel, met duidelijk en goed beleid, help je ondernemers vooruit. Als je je ondernemers niet vooruit helpt en we blijven in de situatie zoals we de afgelopen jaren gezeten hebben zitten, dan krijgen we daar bedrijfseconomisch met z'n allen hoofdpijn van. En alle gevolgen zijn dan voor iedereen op de lange termijn merkbaar. Niet alleen voor de bedrijven die met arbeidsmigranten werken, die er nu hoofdpijn van hebben, maar voor de hele gemeenschap krijgt er uiteindelijk hoofdpijn van. Dat is eigenlijk mijn oproep. Snel goed beleid te formuleren voor deze problematiek. Dus ja, ken uw verantwoordelijkheid, hoor ik u zeggen. Meneer Wissen. Ik besef dat ik vanavond al veel heb gezegd. Dus ik zal proberen kort te houden. Dat lukt me niet altijd. Ik had laatst een artikel in BN De Stem, en daar heb ik gezegd van, dat was eigenlijk de kop van het artikel, omarm deze mensen. We hebben nou eenmaal een glastuinbouwgebied waar ongeveer 200 hectare glas op kan. Daar vinden we geen 400 tot 1000 mensen uit de regio. Dus we hebben deze mensen gewoon keihard nodig om het werk daar te doen. Of dat over 15 jaar ook nog zo is, dat weet ik niet. Hè. Het zou dan kunnen zijn dat met robotisering en automatisering dat we ook in de tomatenteeltslagen hebben gemaakt. Maar op dit moment heb ik ze gewoon keihard nodig. Anders komt het werk niet. Gebeurt het werk niet. Appel aan de raad. Dat is een appel aan de raad. En dan heb je het liefste dat de mensen in de buurt van het bedrijf, maar ook in de buurt van voorzieningen zijn gehuisvest. Ja. En ik ben het helemaal eens. Ik kan mensen niet dwingen om te integreren in het dorp Dinteloord of Steenbergen of wat dan ook. Maar we kunnen wel altijd tips en adviezen meegeven. En ik weet zeker dat de lokale middenstand op dit moment al volop profiteert. Want als ik koeken bestel, dan bestel ik er meteen 45 of taart. He, want zoveel mensen werken er op mijn locatie. Nou, als ik de andere locatie erbij optel, dan zijn het toch gewoon een beetje dubbel. En ja, als ze boodschappen gaan doen, dan gaan ze toch nabij. Dus we hebben voor het ene gezorgd, een glastuinbouwgebied. En nu moeten we ook echt voor het andere zorgen. Daar willen wij keihard aan meewerken, samen met de uitzendbranche, met de uitzendbureaus. De goede uitzendbureaus, laat ik het even zeggen. En met de inwoners? Uiteraard. Oh ja, oké. Ja, ik eindig met de inwoners. Good morning. Ja, wij hopen gewoon dat het besef is dat de nood ontzettend hoog is. Wij hebben al 2 jaar gewoon een enorm tekort in Steenbergen. We hebben geen jaren meer de tijd om een beleid te maken. Ik ben vorige week ook bij een bijeenkomst geweest waar ik zei, we hebben het al 8 jaar hierover dat er een tekort is aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Niet in Steenbergen, maar Nederland breed. We hebben geen jaren meer om na te denken wat we nu willen. Er is een tekort en dat moeten we oplossen met elkaar. Okay. Indringend appel om voort te maken. Nou, ik wil er alleen nog aan toevoegen. Iedereen is bang dat de mensen die in Steenbergen of in Dinteloord gaan wonen ergens anders gaan werken. Ik denk dat geen een van de uitzendbureaus zit te wachten op lange reistijden en op dure benzinegeld en auto's. Dus wij willen ook het liefst bij het werk de huisvesting. U mag ze daar het laatste rondje bewaren maar eventjes. Ja. Ja, ik sluit een beetje aan de tijd. Ik sluit me aan bij de. Ik sluit me aan bij, bij mijn buurman en buurvrouw. Ik wil er nog iets over zeggen. Ik denk, het belang is heel groot. De tijdstuk is denk ik heel groot. Dat is denk ik eerder al gezegd. Ik wil toch wel een oproep doen. Geef vooral de ondernemers de ruimte. Ik denk de ondernemers hier in het gebied, zeker die grootschalig willen huisvesten. Het zijn professionele bedrijven die kunnen dat. Die hebben professionele bedrijven, die moeten ook professioneel kunnen huisvesten. Dus geef vooral de ruimte, of het nou naast het bedrijf is, of binnen de bebouwde kom, aan de bebouwde kom. Zorg gewoon dat we snel tot actie komen met niet te veel regels, mits, maren, maar wel met een goed beheer. En vertrouwen aan de bedrijven die dat realiseren.
Dat... Oké, dank u wel. Voor ik naar die kant ga, ja, provincie. Ja, de oproep is al gedaan. Kom snel met actueel beleid. En dat beleid moet richting geven, maar ook ruimte bieden voor ondernemers, voor maatwerk. En als provincie schrijven wij niet voor wat de gemeente aan beleid moet hebben. Maar we zien wel hele goede voorbeelden in Brabant. En die proberen we ook met de gemeente te delen. En op onze website brabant.nl/arbeidsmigratie staan die goede voorbeelden van andere gemeenten. Zowel stedelijke als landelijke gemeenten ook vermeld. Dus nou, kijk daar dan goed naar. En pik daar de goede elementen uit die passen bij deze gemeente. Oké, dank u wel. Ik heb u even laten wachten, maar nu mag u. Het slotpleidooi. Je mag twee dingen zeggen bij uw laatste woord. Hey, ik wil even inhaken op de uitzendbureaus. Want wat jullie vertellen over de mensen zo dicht mogelijk bij de werkplek. Dat is natuurlijk een financieel plaatje. Deze jongen stond vanmorgen om 4:30 naast zijn bed. Om 7:00 in Amsterdam te zijn. Dat wou ik even zeggen. Dat is één. Ja? En ten tweede wil ik iedereen meegeven. Dat kijk eens goed in Steenbergen om je heen. En maak echt goed beleid. Want ik heb meneer Engel meegemaakt in Rotterdam. En ik zie nu overal plukjes meneer Engel in Steenbergen. Ben ik in het buitengebied, voel ik mij eigen net in Italië. Overal verwaarloosde boerderijen en landhuizen. En dan kom ik in Steenbergen zelf. En dan zie je overal de huisjesmelkers met slecht onderhouden huizen. Die volgepropt zitten met werkende mensen. En dat beeld... Dat wil ik ze meegeven, dat je daar goed op let. Want meneer Engel is geen makkelijk mannetje geweest. Dat weten we allemaal. Hij is geen engel, ja. Zeker niet. Ja. Oké. Okay. Oké, ja. Nou, het is één woord. Ja, mag ik wel, zullen we gaan doorgaan? Dan halen we 10:00. Ja. Wij zijn geen voorstander van grootschalige huisvesting in de woonwijken. We zijn ook niet voor megapensions van 600 tot 900 plaatsen. Dan krijg je weer een actiegroep. Maar verdelen het zeg maar in kleinere, 200 maximaal. 24 uur, 7 dagen in de week toezicht, dat is heel belangrijk. Contact met de omwonenden ook. En de mogelijkheid om ze tegen de kern aan te huisvesten, zodat ze een sociaal leven hebben. En het op orde brengen van de basisadministratie. Dat zijn onze in zijn hoofdpunten. Okay. Dankjewel, Ruisland. Ja, ik maak nog een kleine opmerking. Kennen we dit probleem al geen 60 jaar? Vroeger noemden ze gastarbeiders toen ze hier naartoe kwamen. Toen hebben we ook allemaal moeten zoeken naar huisvestingen en dergelijke bij bedrijven. Ja. We zitten eigenlijk hetzelfde probleem. Je zou uit het verleden moeten hebben geleerd om dit op te lossen op een korte termijn. En mensen integreren of integreren niet. Dat zie je ook met de gastarbeiders die hier gebleven zijn of teruggekeerd zijn. Goed, aan de raad om daar het goede mee te doen. Ja. Ik moest net even denken toen het woord vertrouwen viel aan een reclame. En die reclame die zei vertrouwen is één, maar Hofman is beter. Daarmee zeg ik niet dat er wantrouwen moet zijn. Maar ik zeg wel, als ik hoor dat er gesproken wordt over 2.000-3.000 mensen. En als we dan ook nog denken dat we die zullen kunnen huisvesten in de gemeente Steenbergen. Dan lijkt me dat ongelooflijk utopisch. En dan is het geen taakstelling meer, maar een zware taskforce. Ja, oké. Ik wil nog even aansluiten bij de provincie. Het is overigens een geweldig initiatief van de gemeenteraad om deze beeldvormende vergadering te organiseren. Want nu horen we zeg maar lokaal een beetje het geluid. Althans binnen onze gemeente. Maar de provincie die heeft eind vorig jaar op initiatief van Provinciale Staten een uitgebreid onderzoek gedaan. We hebben daar wel eens meer aan gerefereerd in inspraakreactie. En die hebben een aantal bouwstenen gepubliceerd, onder andere van ZLTO, VNO enzovoorts, maar ook van de Brabantse gemeentes. Als je nou eens wilt kijken naar wat er in de Brabantse gemeentes zoal speelt aan problematiek, lees dan bouwsteen 3. Dat geeft in ieder geval een intersubjectief, geen objectief misschien, maar dan toch een intersubjectief beeld van de problematiek die er is, de kansen die er liggen enzovoorts. Okay. Een uitstekend onderzoek met beleidsaanbevelingen. Uw boodschap is duidelijk. De beeldvorming is nog niet afgelopen. Dat was vanavond een goed begin. Ik ga de mensen op publieke tribune danken voor hun aanwezigheid. U heeft veel gehoord. Misschien dat u nog wel even wil praten met deze en gene. U vooral bedanken voor uw inzet om ook daar goed voorbereid uw punten te brengen. En de raadsleden uiteraard om daar goed op door te vragen.
Ik heb jou nog even overgeslagen aan het eind, maar jij gaat sowieso aan het werk, hè? Hier verder mee, begrijp ik. Michiel, heel kort. Ja, ik zou heel kort nog, bijna 10 uur. Wij voeren die onderzoeken landelijk uit. We hebben laatst ook heel veel betuwe gemeentes gehad. Toch wel vergelijkbaar ook met alle respect. Ik ben bang dat ik anders weer een fout maak in mijn gezicht. Maar een beetje vergelijkbaar met Steenbergen. Orde grootte, dus ik sluit me helemaal aan bij meneer Van den Berg. Kijk in de keuken, en ik nodig de raad uit. Kijk in de keuken bij andere gemeenten. Die hebben dezelfde worsteling gehad met het samenstellen van het beleid. Kijk daar in de keuken. Er liggen prachtige stukken waar je op zomaar... of zou kunnen meevaren, pas een stuk maatwerk toe voor Steenbergen. Je hebt de aantallen heb je nu in beeld, koppel de toekomst daaraan vast... en volgens mij heb je dan een beleid. Alleen iedereen moet wel willen in zijn eigen omgeving. En dat merk ik dat het vanavond wel eens lastig is. Goed zo. Het is 1:01. Daarmee heeft u zich heel veel discipline getoond. Er komt een uitgangspuntennotitie. En ergens in september heb ik begrepen... In november wordt het beleid behandeld, dus wees nog even tijd. De beeldvorming gaat nog door. Maar u in ieder geval heel hartelijk dank voor die bijdrage vanavond. En u gaat elkaar nog wel treffen en spreken. Wel thuis. En het verslag komt op het raadsinformatiesysteem. En ik vermoed dat dat wanneer is, Robert? Hopelijk volgende week. Er wordt hard gewerkt. Wel thuis. U krijgt dat per mail, hè? U wordt geïnformeerd.